Het is dinsdagavond 1 november, 7:15. Tijd voor een nieuwe aflevering van FC Afkikken Champions League. We trappen vanavond speelronde 4 af van de Champions League. En dat doen we met twee echte kenners. Namelijk Kees Kwakman en Pieter Zwart. En zoals jullie van ons gewend zijn, skypen we met diverse journalisten door heel Europa. En is er natuurlijk ook weer de FC Afkikken Champions League quiz. Goedenavond en welkom bij FC Afkikken Champions League speelronde 4. Zoals ik al net zei, gaat beginnen. Is al trouwens begonnen in Turkije, maar daar zo over meer over. En ja, er zitten ze hoor, de twee echte kenners van het Champions League voetbal. Pieter Zwart en Kees Kwakman. Niks aangelogen, toch Kees? Nou, Pieter weet iets meer denk ik van alle ploeg. Pieter, niks aangelogen, toch? Nou ja, dat kan ik dan niet anders dan beamen dan, hè? Als de grote Kees Kwakman, als de grote Kees Kwakman het zegt. De kwakmeister, toch? Kwakmeister. Dat zagen we eerder. Maar hij weet weer alles van die Premier League. Ja, maar daar hebben we vanavond niet zoveel aan. Nee. Goed, welkom mannen. Speelronde 4 begint. Een paar mooie potjes natuurlijk. PSV tegen Bayern München. Het bord staat natuurlijk al klaar voor de tactische analyse. En Manchester United tegen Barcelona. Nou, daar een heel groot Barcelona-fan. Eerst wat ik van jou wil weten... Wat gaat er gebeuren vanavond? Gaat Pep Guardiola zich herstellen of niet tegen Barcelona? Ik denk niet dat hij zich uiteindelijk gaat herstellen in de zin van dat ze een resultaat gaan boeken. Maar ik denk dat het niet nog een keer 4-0 gaat worden. Maar ik ben vooral benieuwd hoe hij het uiteindelijk gaat invullen. Want hij heeft eigenlijk al gezegd dat Aguero gaat spelen. De vorige keer heeft hij duidelijk gemaakt van ik wil eigenlijk De Bruyne in de spits hebben zodat ik extra man heb op het middenveld. Dus ik sluit niet uit dat we gaan zien dat hij bijvoorbeeld vanaf de zijkant gaat komen. Wat hij natuurlijk vaak heeft gedaan met Villa bijvoorbeeld bij Barcelona. Ja. Nou ja, dat zal de eerste keer zijn dat hij dat doet bij Manchester City. Dus als hij dat doet, dan is het toch wel leuk om daar naar te kijken. Straks gaan we het veel uitgebreider over hebben. Want we hebben iemand staan in Eindhoven voor het Philipsstadion. Justin Kevenaar. Justin, goedenavond. Goedenavond, heren. Goedenavond. Inmiddels ook publiek achter jou, zie ik. Fans ik zie het, van ja. De Justin Kevenaar de fanclub is ook aanwezig. Inderdaad. Justin, vandaag was je voor mij rond een uurtje of 4 al in Eindhoven. Wat heb je allemaal meegemaakt? Ik vond het best wel gemoedelijk. Ik moet zeggen, voor een groot Champions League duel tegen het grote Bayern München... Vond ik de sfeer nog best wel gemoedelijk. En daar was geloof ik op straat om zijn eind wel iets... daar ging het wel iets wilder aan toe. Daar was ik zelf niet. Ik was zelf op het Marktplein. Ja. Dat was gewoon gezellig. En daar sprak ik onder andere met een paar supporters... om te vragen wat zij eigenlijk verwachten van dit grote duel van vanavond. Dus daar gaan we even naar kijken. Ja, meer het laatste, denk ik. Je moet gewoon realistisch zijn. Je speelt tegen de top van Europa. De absolute top van Europa. En ik denk als je een gelijkspel uit het vuur sleept... Dan heb je het goed gedaan. Ja, eigenlijk het laatste... Het is hartstikke leuk om naar het stadion te gaan, maar ik denk, zeker gezien de laatste wedstrijd, dat we niet meer kunnen verwachten dan een nederlaag. Eigenlijk om heel eerlijk te zijn, niet zo heel erg veel. Twee weken geleden was het natuurlijk ook wel heel duidelijk dat het verschil enorm was. Maar aan de andere kant had je op een gegeven moment de tweede helft nog wel een kans op 2-2. Dus wie weet wat er vanavond mogelijk is. Als je gewoon stabiel vanuit de verdediging gaat voetballen, krijg je misschien je kans en we zullen het wel zien. Nou ja, dus, volgens mij telt er maar één ding, dat is resultaat in Europa. En wat je iets niet wil is drie ploegen loten. Dat is de ene is daarvan is Bayern. Maar ik ga voor stuntje 1-1. Goed, en dan Bayern München. Dan is de vraag, hè, jullie als supporters hebben jullie liever een Bayern München? En dan het risico dat je eraan gaat. Ja. Of dan liever wat kleinere clubs misschien waar je wel kans tegen maakt? De leukste potten waren eigenlijk tegen Arsenal of Lyon. En weet ik veel, tegen Lido Goretz. Ja, dat is minder. Nou, dat je er één bij in de pool hebt vind ik leuk, maar nu op dit moment heb je er twee. En uiteindelijk ga je toch voor overwintering Champions League. En dan heb je liever zoals vorig jaar toch misschien een Manchester United op dat moment dan. Wat een grote ploeg is van nu op dit moment natuurlijk niet. Dan heb je dat eigenlijk liever, ja.
Ik heb liever wat kleine ploegen en voor mij telt er maar één ding als resultaat. En ik zal niet zeggen dat we de Europa Cup 1 gaan winnen, of de Champions League in dit geval. Maar zo ver mogen komen, dat is het enige wat telt. En ja, en laten we heel eerlijk zijn, van Duitsers winnen blijft altijd mooi natuurlijk. Ja, Justin. Heel goed antwoord van de laatste meneer. Wat is eigenlijk de sfeer nu rondom die wedstrijd? Is het heel gemoedelijk? Hebben ze er eigenlijk al bij neergelegd? Is het gewoon nou, misschien wel de laatste, ene laatste thuiswedstrijd dat ze kunnen genieten van Champions League voetbal in Eindhoven? Ja, het is dan meer een beetje gelatenheid. Hè? Ik bedoel, ik hoorde het heel onderweg op de lokale radio ook. Hè? Niemand houdt er meer rekening mee dat ze überhaupt gaan overwinteren in de Champions League. Ja, men hoopt toch wel. Ja, je merkt dat er wel het realisme overheerst. Men hoopt op een gelijk spelletje. Wat dan weer helpt ja, op weg naar de eventuele Europa League overwintering. Maar goed, aan de andere kant, je hoort ook. Hè, ze zijn realistisch, maar toch hè, hopen ze wel op een stuntje. Want het is een blijven Duitsers. En wat die laatste meneer zegt, ja, die zouden ze me al te graag willen verslaan natuurlijk. Ja, Justin, jij gaat zo naar de wedstrijd. Ja, we hebben het eerder meegemaakt met Skypers door Europa. Dat de wedstrijd niet uitverkocht was. We hebben een paar keer meegemaakt bij Club Brugge bijvoorbeeld. Of bij FC Kopenhagen. Hoe is dat in Eindhoven vanavond? Als ik zo om me heen kijk, dan loopt zich er wel genoeg volk rond. En ik bedoel, kijk, een ploeg als Bayern München, het is natuurlijk wel, hè, ik bedoel, een van die jongens zei het ook, hè, misschien wel de top drie van Europa met Real, Barcelona, Bayern, dat is een van de grote drie. Ik denk dat dat wel genoeg fans zal aantrekken en ik verwacht dan ook wel een uitverkocht huis. Maar goed, ik ga het zo zien, ik ga zo naar binnen en dan kijken hoe vol het zit. Ga snel naar binnen, Justin. We spreken je later vanavond. Veel plezier, jongen. Yes, kom goed. Veel plezier, jongens. Hoi, hoi. Ja, het is eigenlijk terecht wat die fans ook zeggen, hè? Het is eigenlijk gewoon ja, niet realistisch om een resultaat te verwachten vanavond. Nee. En ja, je hoopt er altijd stiekem op. En zeker omdat ze vorig jaar natuurlijk goed gedaan hebben, PSV. Maar toen trof ze Manchester dat toen al in verval zat. Ja. Ja, ja, maar eigenlijk nu nog meer in verval zit. Het is vorig jaar ingezet eigenlijk. Ja, dus, maar ja, je kan het gewoon niet verwachten. En tegen Atletico heb je dan altijd het gevoel dat je wat meer kans hebt. Omdat het ook een voetballend gezien wat minder is. Die zijn echt puur op resultaat gericht. Zeker in de grote wedstrijden. En Bayern is ook nog eens ja, voetballend zo goed dat je daar eigenlijk geen kans tegen hebt. Nee. Ja, straks gaan we verder over de tactische analyse hebben. Er is een wedstrijd begonnen om 7:15. Jullie weten waarom in Turkije. Beziektas. Hey, wintertijd. Zomertijd. Ja, wintertijd. Weigeren zich aan de zomertijd, wintertijd, de discussie mee te doen. Anders zou die wedstrijd ook voor mij om 11:15 lokale tijd begonnen zijn. Dus vandaar is dit een stuk beter voor de Turk in ieder geval. 0-0. Ja. Deze wedstrijd is natuurlijk interessant omdat de vorige keer hadden we onze Turkse journalisten over. Zei ja, Napoli kansloos hè, om daar te winnen in Napels. Nou, toen won Beşiktaş. Wat verwachten we eigenlijk van deze wedstrijd? Oh, nee, van de tweede half. Gesproken zal ik alsnog verwachten dat Napoli deze wedstrijd weer gaat winnen. Gewoon simpelweg omdat het een ploeg is die meer kwaliteit heeft dan Beşiktaş heeft. Ja, geen Mertens overigens bij de ploeg uit Napels. Verrassend? Ja, nou ja, ik... hij doet het goed de laatste tijd, ja, toch? Maar hij wisselt geloof ik een beetje door iedere keer die trainen, dat iedere wedstrijd iemand anders in staat. Dus ja, waarschijnlijk denkt hij misschien dat hij in het weekend weer Mertens nodig heeft. Ja, want het is wel zo, Napoli, we had de eerste ploeg kunnen zijn die zich al had kunnen kwalificeren in naar speelronde 3. Normaal gesproken, als we gaan naar deze ploeg in deze pool kijken, gaat Napoli toch gewoon fluitend door. Ja, dat denk ik wel. Ja, ze staan er gewoon nog steeds goed voor. En zeker als ze nu vanavond een resultaat boeken, dan zijn ze echt heel eind op weg. Of waarschijnlijk zijn ze dan al geplaatst. Ja, hier zien we de opstelling trouwens, ja, waar we het net over hebben. Gabbiadini dan wel nu in de spits. Hè? Die moest lang wachten op zijn kans. We hadden het de vorige keer over. Hè? Toen was het nieuws net bekend, Kees, dat Milik geblesseerd raakte. Dan zie je toch dat zij moeite hebben gehad in die weken daarna. Hè? Slechte resultaten. Afgelopen weekend speelden ze dan wel een goede wedstrijd tegen Juventus. Verloren ze uiteindelijk door de verloren zoon. Of de verloren zoon, die speelde dus inmiddels in Turijn bij Juventus, Higuain. Heeft dat dan zoveel te doen bij een ploeg als zeg maar de goalgetter niet weet er niet meer is, zeg maar? Nou, uiteindelijk wel. Gabbiadini die had toch wel, heeft nooit echt het vertrouwen gekregen. Altijd een beetje erin en eruit. En kreeg ook nog een rode kaart, geloof ik, vrij snel daarna. Dat hij toen mocht spelen. En werd ook zelfs toen gepasseerd. Toen Milik er niet was. Dus ze zijn toch op zoek geweest naar... Ze zijn nu op zoek naar die positie. Maar ja, ze hebben ook niet zoveel anders, denk ik. Mertens heb je dan nog wel, maar kan niet in de spits spelen. Dus ik denk dat ze uiteindelijk gewoon bij hem uit moeten komen. En hem ook het vertrouwen moeten geven. Dus een aantal wedstrijden op rij. Zodat die jongen dan zich kan ontwikkelen. Ja, is het ook lastig bijvoorbeeld zo'n ploeg als de Beşiktaş, die winnen vorige keer dan in Napels, dat het niveauverschil zeg maar, tussen de Champions League en de eigen competitie zo verschrikkelijk groot is,
dat je het niet elke keer op kan brengen om zeg maar, dat hoge niveau te halen wat er gevraagd wordt in de Champions League. Ja, ik denk wel dat het meespeelt. Ja, het is gewoon lastig als je ineens tegen een ploeg komt van hoog niveau. A, omdat ze beter zijn. En B, omdat je ook niet gewend bent aan weerstand van dat niveau. Waardoor je ja, je daar aan moet aanpassen iedere keer weer. En die omschakeling, ja, dat kan me wel voorstellen dat het lastig is voor een ploeg als Besiktas. Ja, waarom ik het over wil hebben. Gisteren zat ik na tafel te kijken. Dus hij kende Pres over het niveauverschil hè, van competities. Dat hij schrok ervan dat Sampdoria in de Serie A slechts een middenmotor was. Hè, die wonnen afgelopen weekend van Inter. Nou, daar is het nieuws hè, natuurlijk dat Frank de Boer vanochtend ontslagen is. Waren jullie überhaupt verrast over dat nieuws? Nou, niet als je het nieuws de laatste tijd gevolgd hebt. Maar ja, wel in die, voor de wedstrijd tegen Torino vorige week. Toen kwam naar buiten dat ze hem steunde. En nou zegt dat natuurlijk niet altijd wat. Maar in ieder geval dat ze geloof hadden in zijn beleid. En dat hij nog wel een tijdje de tijd kreeg. Toen wonnen ze van Torino. Verdiend, vond ik. In een wedstrijd die niet eens zo heel erg slecht was. Ja, en dan nu verliezen ze eigenlijk weer in een wedstrijd die met name de eerste zelf slecht was, maar die zij ook gewoon hadden kunnen winnen. Ja, absoluut. Voor mij in de 85e minuut nog die bal die echt ja, op de lat, maar, ongelofelijke neer. Ja. Met name Icardi kreeg al een enorme kans op 1-1 na een uur, want ja. Ik vond ze de tweede helft niet eens zo heel slecht spelen. Nee. Ja, en dan is het gelijk eigenlijk raak. Maar ja, die pers, als je dat een beetje volgt op Twitter. De jongens die van VI ook, die dicht bij het vuur zitten. Ja, dat is na elke nederlaag vanaf dag 1 was het raak. En was het van, kan hij het wel omdraaien? En na de tweede nederlaag was van, hoe lang krijgt hij nog de tijd? En ja, verschrikkelijk. Ik ben goed in bruggetjes maken met die jongens van VI. Want we hebben er eentje hangen, namelijk Simon Zwartkruis. Simon, goedenavond. Een van de jongens van VI. Ik denk niet dat je heel vaak nog jongetje wordt genoemd. Jongens, nee, zei ik toch? Nee. Inderdaad. Ja, dat is altijd mooi op deze dinsdagavond. Compliment kan je in je zak steken. We hadden het erover of het nou echt verrassend is dat Frank de Boer vanochtend werd ontslagen door de directie van Inter. Nee, dat liet zich natuurlijk al een hele tijd aanzien. De vraag was op een gegeven moment alleen nog maar wanneer het zou gebeuren. Dat speculeren begon vorige week inderdaad. Toen werd eigenlijk iedere dag wel aangekondigd van nou morgen is de dag. Ja. Vandaag was dan uiteindelijk de dag. Maar ja, dat hele spel ging zo snel op de waaghal. Ik weet nog, ik was helemaal in het begin van het seizoen was ik bij de Boer daar in Milaan. En een dag daarvoor had hij zijn eerste grote interview gegeven aan een Italiaans medium. Dat was Gazzetta dello Sport, daar was de keuze opgevallen. En de perschef van Inter deed daar enorm nerveus over. Ik moest hem ook beloven dat ik voor mijn interview met Frank niks online zou zetten. En dat was allemaal groot geheim. Gevolg daarvan was dat de concurrent van de Gazzetta, de Corriere dello Sport, die waren op hun Italiaanse pikkies getrapt. Omdat zij niet het eerste grote interview met de Boer hadden. En daar ging het echt meteen los. Bij de eerste beste nederlaag daarna openden zij eigenlijk de jacht. En in de loop der weken gingen steeds meer media daarin mee. En op een gegeven moment was er echt een point of no return. Alleen, zoals het vaker gaat in Italië, daar kan Clarence Seedorf ook over meepraten. Ja. Toen hij bij Milan trainer was, stond dat zelfs al weken in de krant, dagelijks. En daar had ik het dan wel eens met hem over. Dan vroeg ik aan hem, weet jij eigenlijk al wat? Nee. Zijn leven ging eigenlijk gewoon door. En dat duurde dus, ik geloof, 3 weken voordat de clubleiding eindelijk zei je bent inderdaad ontslagen. En ik begreep dat de Boer vanochtend op de club kwam, op het trainingscomplex, met zijn staf. En dat die ook zoiets hadden van, wat gaat deze dag brengen eigenlijk? Er gebeurde niks, niemand sprak echt met ze. En ze zijn op een gegeven moment maar de training gaan voorbereiden, omdat ze ook niet beter wisten. En na 1,5 uur kwam dan eindelijk het hoge woord eruit bij de clubleiding. En toen hoorde hij dat hij eruit moest. Ongelooflijk. We zien net een tweet van Otto Johan. Ja, het is een vrij pijnlijke tweet voor de twee Nederlandse managers in de Serie A, Frank de Boer en Clarence Seedorf. Hebben maar 30 wedstrijden totaal samen gecoacht in de Serie A voordat ze ontslagen werden. Ja, dat is natuurlijk vrij pijnlijk. Daarop inhakend op die tweet. Heeft het er iets mee te maken dat Italiaanse media, Italiaanse bestuurders eigenlijk minder tijd hebben met buitenlandse trainers / Nederlandse trainers dan met trainers van eigen bodem? Ja, en dat is iets wat de Boer zelf ook al aangaf. Diezelfde keer dat ik bij hem was, zei hij. Hij zei dat gaat bij spelers zo, maar bij trainers ook. Als je in grote topcompetities in het buitenland komt, dan moet je als buitenlander iets extra's brengen. Want dat vergrootglas is nog net iets sterker dan dat het bij landgenoten is. En dat is wel een aspect dat de Boer volgens mij heeft onderschat. Omdat in het begin werd er natuurlijk veel gevraagd, ook door mij, over de druk daar in Italië. En ook de club, de complexiteit van Inter kennende. En hij trok dan eigenlijk altijd de vergelijking met Ajax. Tegen Italiaanse journalisten zei hij ook op een gegeven moment van, zijn jullie wel eens in de arena geweest? Want ik weet echt wel wat dat betekent om met druk om te gaan. En Ajax, qua
onrust, daar heeft hij ook het nodige meegemaakt. Maar ja, het is niet te vergelijken met de intensiteit en de heftigheid waarmee dat in Italië gebeurt. En dat is een van de dingen inderdaad die meegespeeld heeft. En ook dat ze in Italië, en daar kan de boer zelf niet zoveel aan doen, maar hij is daar wel een product van. Dat ze in Italië Nederlands toch vaak als arrogant zien en als wijsneuzerig. Wij komen toch vaak uitleggen hoe het voetbal eigenlijk in elkaar zit en gespeeld zou moeten worden. En de reactie in Italië is dan altijd, ja maar jongens, vertel eens wat jullie met die grote mond allemaal gewonnen hebben internationaal de afgelopen decennia. Ja, dat is niet veel inderdaad. En in die zin heeft de boer zich natuurlijk ook nog negatief uitgelaten in het verleden over de Serie A. Hij zag zichzelf daar nooit werken. Ja, uitspraken van een jaar of 2-3 geleden. Maar ja, die worden ook keurig even opgediept allemaal op het moment dat het tegen zit. En het feit dat er binnen die club zo ontzettend veel stromingen zijn, dat is echt een slangenkuil deluxe. Waarbij mensen die, als daar een nieuwe trainer komt op een zijspoor raken, nou, die spelers die gaan contact zoeken, die gaan hun lijntjes opengooien naar de pers. Je hebt ex-voorzitters die hun mening hebben, ex-spelers, Chinezen, Indonesiërs, Zanetti die een ruggengraat van rubber blijkt te hebben, die waait gewoon waar de wind hem het beste uitkomt. Dus daar hoeft hij het ook niet van te hebben. En ja, op een gegeven moment kom je in een krachtenveld terecht waarin overleven eigenlijk onmogelijk is. Ja, nee, duidelijk. Tot slot, hoe nu verder met Frank de Boer? Enorme klap gehad, lijkt mij, als je net een paar maanden aan het werk bent bij je nieuwe avontuur en alweer weg mag. Ja, nou ja, goed, hij kan zijn sabbatical weer gaan invullen. Hè? Dat was de bedoeling toen hij bij Ajax stopte. Dus hij kwam weer naar de camping in Garderen. En ja, zijn broer Ronald heb ik ook gesproken vandaag. En die zei al dat er wat Frank betreft niet zo heel veel gaat veranderen. Dat hij nu waarschijnlijk rust gaat nemen en dat er, mocht er een mooie andere klus komen, dat hij daar ook weer gewoon goed over na gaat denken. Ik zag vandaag op de social media ook veel connecties meteen richting Oranje. Hè? Danny Blinds die nog een assistent zoekt en zo. Maar ja, daarover heeft Ronald ook al gezegd dat hem hoogstwaarschijnlijk niet gaat worden. Nee. Dus hij wil het liefst gewoon een nieuw avontuur aan in het buitenland. En ja, Italië zal hem dan niet meer worden voorlopig naar dit e-check. Dus ik denk dat Engeland wel een mooi voetballand worden is. Nou, dan gaat hij in ieder geval even thuis op wachten, denk ik, terug in Nederland. Dankjewel, Simon, voor je tijd en een hele fijne avond. Ja, plezier daar. Groeten. Hoi. Ja, aardig klapje toch? Als je net je avontuur begint, vol goede moed. En dan, wat is het? 3 maanden later, klaar. Tegen je gezegd. Ja. Ja, en we bedenken ook dat. Kijk, ik weet ook wel dat het in de voetballerij niet zo werkt. Maar dat is natuurlijk ook menselijk. Is dat natuurlijk iets wat gewoon een klein drama is. Want je gaat daar met je hele hebben en houden heen. Met je hele familie die alles opzeggen. En je hebt zo'n beetje net... mijn ervaring in het buitenland is dat ik toen ik naar Duitsland ging... Na een maand of 3, dan heb je zo'n beetje alles op de rit. En dan heb ik het over verzekering, banken, noem alles maar op. En dat heeft hij nu natuurlijk ook. Ja, en dan word je eigenlijk alweer als grofvuil word je weggezet. Aan de kant geschoven, ja. Hij wil graag naar Engeland, dat zei Simon Zwartkruis. Nou, vanavond staat een aardig affiche op het programma in Engeland. Namelijk Manchester City tegen Barcelona. En daar zit Christophe Terreur. Goedenavond, Christophe. Goedenavond. Ja, het is een beetje met zo'n achternaam het een beetje uitlokken wat er vanmiddag gebeurde natuurlijk in het stadion. Ja, ik arriveerde net aan het stadion toen het brandalarm afging. Het was een ontruiming voor een brandalarm. Niet voor een of ander verdacht pakket. De was... Ja, goed, je viel even weg, Christophe. Even kort samenvattend. We zagen vandaag op de sociale media. Er was een grote ophef, want er was een ontruiming in het Etihad Stadium in Manchester. Maar inmiddels zit jij keurig in het stadion, want het is nog zo'n 40 minuten voor de aftrap. Iedereen gewoon rustig naar binnen? Ja, het is ook maar drie minuten ontruimd, denk ik. Ik kwam 3 minuten na het brandalarm aan het stadion. Ik mocht al gewoon weer binnen, dus het was niet erg. Ja, we hadden net contact met Justin, die stond in Eindhoven. Die zei, het is eigenlijk een rustige sfeer vlak voor een Champions League wedstrijd. Hoe is dat in Manchester? Is er echt spanning dat dit de wedstrijd van deze speelronde is? Well, het is hier echt, om niet te zeggen, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is hier een beetje doods. Bij Manchester City voel je wel dat er schrik is voor Barcelona na wat er Barcelona is gebeurd natuurlijk. Dus er is schrik. Maar ze hopen om hier vandaag toch eens eindelijk een resultaat neer te kunnen zetten tegen Barcelona. Ze hebben hier al 5 keer tegen elkaar gespeeld. Ze hebben ook 5 keer verloren. Dus
het zou er eigenlijk eens van moeten komen. Pep Guardiola hopen ze erop, maar ik ben niet zeker of het gaat gebeuren. Nee, zeker niet als we de vorige wedstrijd nog onthouden hebben. Wat verwacht jij, Christophe? Wel, ik verwacht... Als Barcelona naar Engeland komt, heb je altijd een goede match. Ik heb hier Barcelona ook al 2 keer gezien. En City kan thuis ook altijd iets meer dan op verplaatsing. Dus de voorbije matchen hier tussen Barcelona en Manchester waren heel goed. Ik denk dat Pep Guardiola ook zijn lessen zal getrokken hebben uit de vorige match. Hij gaat dan niet meer met... hij speelt dan met Aguero. Dat is al een heel belangrijke les die hij heeft getrokken uit de vorige match. En dan wil ik het nog wel zien met Aguero. Die in mijn ogen de enige wereldspeler is die bij Manchester City rondloopt. Ook al heeft hij hetzelfde in de grote matchen gedaan. Dus, Oké, korte voorspelling. Wel, laten we zeggen 1-2. Messi zal hier toch ook wel weer scoren zoals hij altijd doet. Dus. Okay. Nou goed, dank in ieder geval voor je tijd, Christophe Terreur. En laten we hopen op een mooie avond. Dank voor je tijd. Oké. Graag gedaan. Fijne avond. Dat is wel grappig. Dan gaat het rond, het gerucht dat er niet gevoetbald gaat worden. Want bomaanslag, dingen. En dan pop, ga je zoeken wie er is. Christophe Terreur. Goed, was zeer vermakelijk op de redactie vanmiddag. Dan naar een andere wedstrijd. We gaan het straks uitgebreid hebben natuurlijk over de analyse bij Barcelona, bij Manchester City Barcelona en PSV Bayern. Maar eerst wil ik even met jullie hebben over Benfica tegen Dynamo Kiev. Wat mij verbaasde de vorige keer, Kees. Toen hadden we het over dat het Kiev in deze maanden koud, lastig voetballen. Benfica eigenlijk heel simpel 2-0 wonder. Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet veel van die wedstrijd heb gezien. Voor mij was het die fan van Kiev die een penalty veroorzaakte. Ja. Of die fan van Benfica die bij Kiev speelt. Ja, inderdaad. Ja, maar goed, inmiddels zal het daar ook wel... ze spelen daar op een normaal veld met vloerverwarming waarschijnlijk. Of veldverwarming. Dus de omstandigheden zullen daar zeker voor een Champions League duel ook wel redelijk zijn, denk ik. Dus, Ja, nou ja, ja. Het weer, je kan nog wel een goede ondergrond hebben. Maar het weer is altijd toch? Ja, maar het was nogal... Het was september. Ja. Ja. Ik denk dat als je ja, als je zeg maar in de december daar had gespeeld... Ja, dan, of aan het begin, ja. Na de overwintering. Ik denk dat je dan... meer teleur bent. Ja, dit kan trouwens voor Benfica in deze pool toch eigenlijk niet meer fout, of wel? Nou, normaal gesproken zouden ze deze wedstrijd moeten winnen. En als ze deze wedstrijd winnen, dan zijn ze denk ik heel op weg. Ja, want Besiktas, dat speelt nu tegen Napoli. Dan gaan ze bij deze stand Besiktas voorbij. En dan eigenlijk aan de stand verplicht, als we hier naar de opstelling kijken, wel aan de stand verplicht om te overwinteren ook in de Champions League, toch? In zo'n pool. Normaal gesproken wel, ja, ja. Ze hebben op papier een betere selectie dan 2 van de andere ploegen in die pool. Dus normaal gesproken zouden zij het moeten redden hiermee. Ja, zijn hier nou spelers die er voor jou uitspringen bij Benfica? Ik zie ze niet heel vaak spelen, maar Grimaldo is volgens mij wel een interessante speler. Komt uit de jeugd van Barcelona, linksback. Daar niet geen kans gekregen? Nee, en het is een jongen uit de Barça jeugd. Ze moet ook vooral een beetje hebben van zijn voetballende vermogen. Ja. Dus dat is wel een interessante speler op zich. En Salvio is geloof ik wel een... interessante speler nog steeds, die al een tijdje daar ook meedoet. En dus eigenlijk is dat een beetje, moet het de volgende Argentijn worden, geloof ik, die vanuit hen de sprong gaat maken naar een grote Europese competitie. Was dat niet met Jordi Alba ook, die opgegroeid was toch in de Barcelona jeugd en uiteindelijk via omwegen weer terug is gekomen? Jordi Alba is via een omweg inderdaad weer teruggekomen. Ja, Valencia. Ja, toch? Ja, nee, maar meer dat je dan zit te denken, misschien heb je daarvan geleerd in het verleden, want ik weet niet hoe oud deze jonge man is, maar dat je... Ja, voor mij begin 20. Ja, dat je misschien mensen iets langer bijhoudt en op die manier... Ja, ze doen het ook wel eens met terugkopen, clausules. Ja. Dus dat met die Suarez ook niet gedaan nu, die middenvelder. Ja. Die Dennis Suarez. Ja, ja, Dele Feo en zo, dat hebben ze volgens mij ook allemaal terugkopen. Ja. Dus ze probeerden wel rekening mee te houden. Maar deels is het ook dat ze die selectie tegenwoordig zo vol proppen bij Barcelona dat de jeugdspelers er niet echt mee doorheen komen. Nee. Als we dan gaan kijken naar de opstelling van Dynamo Kiev. Dat is altijd leuk. Kees is echt onze volg van het Oekraïense voetbal. Zeker. Nee. Ja, de sterspeler ontbreekt. Hè? Jan Malenko. Ja. Dat is zonde. Ja, die heeft een spierscheuring opgelopen. Ja, dit is een ploeg waar wij... Denk ik, ook al zijn wij heel erg groot voetballiefhebber. Tenzij Pieter ons nu gaat verrassen. Nou, 3 die ik ken. Vida toch? Dat is de bekendste. Knipoog-kwaad. Ja. Voetballende kwaliteiten. Nee, geen idee. Nee, ja, niet heel bijzonder volgens mij. En die andere centrumverdediger, die speelt voor mij ook al in de Oekraïense ploeg.
En dan hebben we nog die spitsers, geloof ik, de Braziliaan die tegenwoordig... Ik weet niet zo 100% zeker, maar voor mij heeft hij half een Oekraïens paspoort ondertussen bemachtigd. Om daar aan te spelen, zeg maar. Ja. Ik vind het wel mooi dat... ze staan ook in het eigen land ook niet bovenaan. Ze spelen nu natuurlijk wel Champions League. Ze staan onder andere achter Shakhtar Donetsk. Dus, maar goed, als we deze voorspelling, als ik het aan jullie moet vragen, dat is een hele simpele, toch? Nou ja, ik denk wel dat Benfica wint, maar... Maar de vraag is met hoeveel? Ja. Hè? Ja. Ik durf het niet zomaar te zeggen dat zij even makkelijk winnen. Ik denk dat Kees en ik allebei wel wedstrijden gemist hebben van deze twee ploegen. Ja, denk het ook, ja. Ook wel. Nou, gaan we dan even door met de quiz. Want ja, daar kan je altijd wel terecht met deze twee mannen. Want dit is een makkelijke voor Kees. Zeker met zijn historische kennis van het Nederlandse voetbal en Duitse voetbal. Wat was de laatste Nederlandse club die in eigen huis een Europees duel verloor van Bayern München? Ik zal je vertellen dat ik het weet. Nee. Jawel. Want? FC Twente. FC Twente? Ja. Hoezo denk je dat... Jij zit dit hier heel zelfverzekerd te zeggen. Weet jij dat? Ja, nou ja, goed. De laatste twee die er gespeeld hebben is volgens mij Ajax en PSV. Die hebben allebei niet verloren. Maar FC Twente heeft verloren. Dus, Jij denkt FC Twente? Ja. Oké, mocht hij nou denken dat Pieter Zwart gelijk heeft, kijk naar hem. Hij straalt het een en al uit dat hij gelijk denkt te hebben. Hashtag FC Afkikken. En dan maak je nog steeds kans, ja, opnieuw weer, naar het boek van De Kist. Simon Kistenmaker, geschreven door Juri van den Buske. Hashtag FC Afkikken, mocht je het juiste antwoord weten. Of gewoon luisteren naar Pieter. Dan heb je kans op een boek. PSV Bayern München. We hadden net Justin over gehad. Hier zitten twee kenners en ook liefhebbers. Is het nou fijn om twee van dat soort grote ploegen in je pool te hebben als PSV zijnde? Nee, tuurlijk niet. Nee, maar je, in de loting kom je altijd... Hè, vorig jaar had je bijvoorbeeld Manchester United. Mm-hmm. Weet je, grote naam, maar geen grote ploeg op dit moment. Is dat dan wat je liever moet hebben? Ja, dat denk ik wel. Je weet van, zeker van Bayern, trouwens van Atletico ook de laatste jaren, dat die gewoon in de Champions League sowieso tot de kwart-halve finale komen. En als je met die twee clubs in je pool komt... Ja, dan weet je eigenlijk stiekem vooraf al dat het vrij kansloos is. Alhoewel het tegen Atletico heel close was. En ze hebben daar vorig jaar een historie tegen natuurlijk, naar vorig jaar. Maar ja, die ploegen winnen ook dan... Zo'n Atletico wint dan wel even bij Rostov, weet je, met 0-1. Ja. En dat is ook gewoon net het verschil. Niet eens die onderlinge wedstrijd, maar ook die wedstrijd die PSV dan niet wint en Atletico wel. Ja, dat is gewoon net het verschil. Dus Pieter, het is niet alleen wat Kees zegt, het niveauverschil in de wedstrijd zelf, maar ook eigenlijk wat je doet in die andere wedstrijden. Ja, dit zijn ploegen waarvan je weet dat ze in zo'n pool weinig steken laten vallen. En dan moet je iedere wedstrijd eigenlijk als PSV boven jezelf uitstijgen om door te kunnen stoten. En ja, dat is zo ontzettend lastig. Ik kan me niet voorstellen dat er veel teams zijn die in een pool met Bayern en Atletico toch nog doorgaan. Nee, wat ik interessante vraag vind om aan jullie te stellen is... losstaand van vorig jaar, hè, toen PSV al overwinterde, is het voor mij 9 jaar niet gelukt om naar de tweede ronde te gaan. Moet je eigenlijk nog wel kijken naar de eerste twee plekken met het overwinteren? Is dat realistisch om te kunnen overwinteren? Afhankelijk van de pool. Ja, maar als je ziet, al die jaren, hè, ging het bij Ajax vaak op de laatste speeldag net niet goed. Maar is dat er niet gewoon dat we dan niet goed genoeg zijn om te overwinteren? Ja, natuurlijk. Dat is zo. Zeker kijken naar de laatste jaren. Maar ook Ajax heeft in die jaren pech gehad. En dat klinkt... Maar is dat pech? Nou, als je met een doelsaldo van plus 8 staat en Lyon wint even met 1-7 bij Zagreb. De afgekeurde doelpunten tegen Real Madrid, weet ik me nog herinneren. Toen die wedstrijd tegen AC Milan, dat ze die laatste wedstrijd moesten winnen. Dat je na een half uur rood hebt voor AC Milan, dat je 60 minuten tegen ze speelt. En dat je dan... Montolivo toch? Bij de zijkant, ja, toch? En dat je dan net niet meer dat doelpunt weet te maken, weet je wel. Maar dat jaar, dat was eigenlijk het jaar waar ze, net als met die pool met Lyon, waar ze er net uitvloegen. Dat waren 2 jaren geweest waarin ze eigenlijk door hadden kunnen gaan. En daarna zaten ze een keer in een pool met Dortmund en Real en City, volgens mij. Ja, kijk. Dan weet je van tevoren dat het gewoon niet gaat lukken. Je kan, want je ziet het altijd bij loting, hebben we kans om te overwinteren. Jullie vinden nog steeds dat is de juiste gedachtegang. Ja, vind ik wel. Je bent ook een sportman, dus je doet uiteindelijk mee aan zo'n toernooi om te winnen. Tuurlijk. En zo ver mogelijk te komen. Dus ik denk, je kunt beter die lat hoog leggen en dan misschien daar net niet bij komen en dan nog die derde plaats pakken. Dan dat je bij voorbaat zegt, nou, als we derde worden, dan hebben we het ook al leuk gedaan, weet je wel. Dus je moet uiteindelijk wel...
proberen als club, denk ik, zo hoog mogelijk die lat te leggen. En iedere wedstrijd proberen wel een resultaat te halen. Ja. Hoe moeilijk het ook is. Resultaat behalen. Ik las in aanloop naar dit duel dat PSV misschien 4-5-1 zou gaan spelen. Luc de Jong zou misschien opgeofferd worden. Nou, het is dus weer gewoon een 5-3-2 geworden en niet een 4-3-3 zoals in München. Nou, dan komt weer het bekende bord, het Pieter Zwartbord erbij. Ja. Laten we even kijken. Je hebt keurig al de rode dopjes neergehangen voor als PSV zijnde, neem ik aan. Ja, dit is PSV. Moet natuurlijk even zo. Dan is het iets meer correct. Ja. Uitspeelden ze 4-3-3. Dat verraste ons toen enorm. Nou, we hebben het toen daar ook al vooraf erover gehad van als je 4-3 gaat spelen is het grote probleem dat je hebt dat je die twee, dat zijn de beste twee voor Bayern, Robben en Müller. Ja, hoe ga je die twee, ga je die uiteindelijk opvangen? Nou ja, en wat is daar je plan voor? En nou ja, eigenlijk konden we tijdens die wedstrijd concluderen dat dat plan er niet helemaal echt was. En dat die twee dus PSV'ers waren bij Bayern die de meeste ruimte en de meeste tijd hadden om hun acties te maken en die wedstrijd uiteindelijk te beslissen. Dus ja, dat liep eigenlijk gewoon totaal niet op dat moment bij PSV. Dus ik snap wel dat ze hiernaar terug zijn gegaan en dat ze nu hopen misschien dit misschien wat meer vanuit de zone op te gaan lossen en dat centrum ook wat meer dicht te bouwen. Ja, Kees, geloof je ook meer in dit, in een 5-3-2 dan een 4-3 tegen Bayern? Of had jij het anders aangepakt? Nou ja, weet ik niet. Je bent een trainer in wording. Ja, klopt. Ik vind wel dat als de tegenstander met één spits speelt, dan heb je wel kans dat je achterin 3-1 komt te spelen. Ja. Omdat Müller en Robben, als ze slim zijn, dan naar de zijkant gaan. Dus dan heb je eigenlijk twee mensen over. Dan wordt het voor de middenvelders wel ontzettend zwaar. Ik denk dat Bayern zo zuiver aan de bal is, zoveel balbezit heeft, dat ze uiteindelijk een gaatje gaan vinden en dat zij... Of je nou met 5 speelt of met 4 speelt. Maar wat zou je dan kiezen? Zou je dan gewoon verder gaan met hoe je ook in de competitie speelt? Hmm. Of zou je wel gewoon nog aanpassen aan de extra klasse van Bayern? Nou, ik denk dat dit PSV niet eens heel slecht uitkomt. Want tegen Vitesse afgelopen weekend hebben ze eigenlijk precies hetzelfde gedaan wat ze vanavond ook gaan doen. Dat is inzakken en loeren op de counter. En ik denk ook dat PSV daarom in Europa ook vorig jaar het goed deed. Heel goed, omdat zij dan dat spel kunnen spelen. Ja. En in de Nederlandse competitie is dat vaak niet het geval. Dan moeten ze zelf het spel maken en daar hebben ze toch wat meer moeite mee. Ja, als we naar de positieve dingen gaan kijken... als we naar de positieve dingen kijken van deze opstelling... Mm-hmm. Of de positieve dingen van PSV... Waar kunnen ze het verschil maken als ze het verschil eventueel kunnen maken? Nou, aan de zijkant, wat we hebben gezien dit seizoen in de paar wedstrijden waar Bayern een last had, waar ze soms ook punten hebben verspeeld, is dat die teams vooral goed waren om één van die twee backs, of het was dan een buitenste middenvelder in een 5-4-1, om die heel ver door te schuiven, waardoor je eigenlijk hier aan die zijkant iedere keer gevaarlijke situaties kreeg, omdat in principe die twee... aanvallende middenvelders verdedigen niet heel erg veel mee. Dan over het algemeen houden aanvallende middenvelders daar niet van. Nee, en dat is ook in dit systeem niet helemaal hun taak om helemaal mee te lopen met zo'n back. Dus op het moment dat zo'n back opstoomt, dan komt Barnes vanzelf in de problemen van hoe gaan we dat opvangen. En er zijn meerdere teams geweest die ook minder kwaliteit hadden dan Barnes, maar op die manier wel uiteindelijk een resultaatje, wat dan een gelijkspel was, hebben kunnen behalen tegen Bayern. En dat was niet eens in alle gevallen volledig onterecht. Dus er is denk ik best wel wat mogelijk uiteindelijk tegen Bayern, als je het als een beetje mee zit en als je er inderdaad in slaagt. Voor PSV zou het vooral interessant zijn natuurlijk met Willems, met zijn kwaliteiten. Ja. Om hem aan die zijkant een beetje vrij te spelen. Ja, laten we even kijken wat de voetbaltweeling Jeroen Gruter, Jeroen Elshoff daarvan vindt. Oh, het is alleen één deel van de tweeling. Ik dacht de Kerkhoffers. Kijk. Daar zitten ze hoor, de gebroeders Gruter Elshoff op de perstribune in Eindhoven. Jeroen, goedenavond. Ja, voor jou hoor je mij eigenlijk? Ja, een beetje zachtjes. Oké. Okay. Ja, nu wat beter. Nee. Beter? Ja, uitstekend zelfs. Oké okay, dan. We hebben net de opstelling besproken hier met Pieter en Kees. Toch weer een 5-3-2 en geen 4-3-3. Waren jullie erdoor verrast? Nee, niet echt. Want eigenlijk vond ik het wel logisch als ze dat in de vorige wedstrijd ook hadden gedaan. Het grote probleem was natuurlijk dat Müller steeds naar binnen kwam en dat Alaba verder niks buiten was. Ja, dat lossen ze nu heel simpel op door Arias tegen Alaba te laten spelen, denk ik. Dan gaat Pereiro een beetje van de linkerkant spelen.
Maar goed, je hebt iemand bij in de studio zitten die dat nog veel beter kan uitleggen allemaal. Ja, zeker. Dan ga ik het met jou over hebben over de sfeer rondom deze wedstrijd, Jeroen. We hadden net iemand van ons die buiten het stadion zei, ja, ik proef eigenlijk helemaal geen Champions League sfeer rondom het stadion. Jullie zitten nu in het stadion. Het is 25 minuten voor de aftrap. Voel je het inmiddels iets meer daar in het stadion? Jawel, maar ik denk dat het ermee te maken heeft dat de mensen natuurlijk ook het gevoel hebben dat PSV niets meer in de Champions League te zoeken heeft. In de zin dat ze kansloos zijn voor het bereiken van plaats 1 of 2. Bayern en Atletico zijn gewoon veel te goed. Dat is gebleken in de voorgaande wedstrijden. Ze zullen zich moeten gericht op die derde plaats straks tegen Rostov. Ja, dus ze hebben geen Champions League, maar misschien een beetje een Europa League sfeertje hier. Ja, heeft Philip Cocu ook dat aangegeven dat het realistisch is om daarmee bezig te houden? Of vindt hij echt dat ze nog echt nu voor de laatste kans moeten gaan? Nou ja, ik denk dat ze sowieso wil dat ze voor de laatste kans gaan en dat ze voor een goed resultaat willen gaan. Het komt niet vaak voor dat je speelt tegen zo'n goede ploeg. Je wil weten wat je waard bent. En als je de kans hebt om een goed resultaat te boeken tegen zo'n grote club, ja, dan ga je er natuurlijk voor. Dat hebben we vorig jaar gezien. Fantastische, echt heel memorabele wedstrijden die PSV toen heeft gespeeld. Tegen Manchester United, tegen Wolfsburg, tegen CSKA Moskou. Niet te vergeten natuurlijk die achtste finale tegen Atletico Madrid. En thuis tegen Atletico was het natuurlijk ook al helemaal niet zo slecht. Want PSV kans op een goed resultaat. Je onterecht afgekeurde goal van de Jong. De gemiste penalty natuurlijk. Ja. Dus ja, waarom zou dat tegen Bayern vandaag niet kunnen? Nou ja, zou je ze vergelijken met Bayern en Atletico of niet? Goed, nee. Nou, kom op zeg. Alsof Atletico minder is dan Bayern München. Dan moet je even ophouden. Nou, dat is wel een hele andere ploeg, toch? Ja, maar dat wil niet zeggen dat ze minder goed zijn. Ja, dat is waar. Ik denk dat Atletico een betere ploeg is dan Bayern München. Oké, ja, maar misschien ook wat makkelijker voor PSV om tegen te spelen, toch? Dat zou kunnen, maar het hangt van de bedoelingen van Bayern af vanavond. En die willen per se eerste worden in de pool. Okay. Dus moeten ze je winnen, dus spelen ze in de sterkste opstelling. En dat zie je natuurlijk ook terug. Ja. Het is maar op één positie anders dan in die vorige wedstrijd. Thiago speelt niet. Nou, Vidal speelt voor hem op het middenveld. Wat wil je nog meer? Ja, dat is ongelooflijk. En wat fijn is, in ieder geval denk ik, voor PSV-supporters. Mochten ze niet kunnen juichen voor hun eigen ploeg, dan is de verloren zoon, de Bedemer Arjen Robben, weer terug in Eindhoven. Ja, zeker. Door 4000 man toegejuicht in München. Dus de 4000 meegereisde PSV-supporters. Terwijl we hier eventjes worden fijngeperst hier op de perstribune. Wie komt erbij zitten? Ik zal het even laten zien. Het is werkelijk waanzinnig hoe wij moeten werken. Kijk. Dan zitten daar de blinde tribune, commentatoren onder meer, Omroep Brabant, weet ik het wat allemaal. Ze laten ook echt alles toe tegenwoordig, Jeroen. Ze zitten hier allemaal bij elkaar. Ik film heel slecht, krijg ik te horen van Elsof. Ja, nee, ze laten ook alles toe, hè, tegenwoordig, Jeroen. Alles. Ongelooflijk. Binnenkort een blinde geleidehond op het festival. Hey, Jeroen, tot slot, voorspelling, omdat je er zo van houdt. Nou, de vorige keer stond ik er volgens mij redelijk dichtbij, hè? Heel goed, inderdaad. Je zat in de buurt. Ja. Hou jij de buitenkok? Nee. ik heb toch het gevoel dat het zomaar gek kan worden. 2-1. Voor PSV. Nou, zo. Ja, het kan zomaar gek worden. Ik zie Jeroen Elsof heel hard nee schudden. Jeroen, andere Jeroen. Voorspelling? 0-3. Spoiler. Wat een spoiler, man. Oké. Okay. Hoeveel expected goals denkt Pieter? Ik hoor je niet. Goed, Jeroen veel plezier bij die wedstrijd. Yo. We spreken. Hoi. Hoi. Oh, ja. Mooi, zij zitten nu dus naast elkaar. Een compleet andere uitslag. 2-1 en 0-3. Ja. Nou, de vorige keer was geloof ik dat Jeroen Elsof ook al minder vertrouwen had. Toen had hij met 6-0, 6-0, 5-0, zoiets. Inmiddels hier de opstelling van Bayern München. Ja. Ja, eigenlijk in de sterkst mogelijke opstelling. Hè, op dit moment, wie is nou geblesseerd? De middenvelder. Thiago geblesseerd, ja. Inderdaad. Daarvoor Vidal. Ja, nou laat maar even zien wat Bayern daar tegenover gaat stellen. En, ja. Onze topanalist Jeroen Guter heeft het al verteld, inderdaad, waar we het net ook over hadden. Zeg maar. Je hebt die twee, die komen eigenlijk heel veel naar het centrum. En wat je dan krijgt is dat die backs, ja, die gaan hoog opkomen. En vooral Alaba aan die linkerkant. Ja, dan is het vooral de vraag voor PSV, hoe ga je uiteindelijk dat soort dingen oplossen? Tegelijkertijd krijg je Kimmich, die komt er heel veel ook nog in de 16 erbij. En Vidal doet dat normaal gesproken ook nog graag. Die zal nu waarschijnlijk wat meer gedisciplineerd moeten spelen, omdat Thiago er niet bij is. Maar ja, het betekent wel dat iedere keer heel veel mensen in de 16 gekomen, dat iedere keer heel veel beweging is hier, vooral in het centrum. En
opkomende backs aan de zijkanten. En dat betekent wel dat PSV heel gedisciplineerd zou moeten verdedigen. En heel erg compact zou moeten verdedigen. Om te voorkomen dat je uiteindelijk, net als in die vorige wedstrijd, spelers als Robben uiteindelijk in de grote ruimtes krijgt. Ja, Kees, als je naar Bayern München kijkt, waar geniet je het meest van? Gewoon dat zij elke wedstrijd weer, en alhoewel ze ook even een iets mindere periode hadden, toch elke wedstrijd weer op dezelfde manier weer voor elkaar krijgen om die muren te slechten die de tegenstander elke week weer neerzet. En dat zal nu ook zo zijn. Dus daar geniet ik van. En ik ben gewoon hartstikke blij dat Robben er weer bij is. Die extra, fijn, ja, die extra kwaliteit. En ik denk dat Bayern daar ook ontzettend blij mee is, want hij geeft gewoon extra creativiteit aan die ploeg. En dat heeft hij de laatste week ook alweer laten zien met goals en assist. Dus ja, daar geniet je gewoon van. Ja, wat ook genieten is van dit Bayern is dat ze op een andere manier spelen dan onder hun vorige manager. Wat ik nog eigenlijk van jullie wilde weten over de eerste wedstrijd tussen deze twee ploegen. Hoe was het mogelijk dat PSV zoveel kansen kreeg? Waar lag het aan, Pieter? Het was destijds ook een beetje volgens mij in de omschakeling met Narsing bijvoorbeeld speelde toen nog met... Ten onrechte buitenspel afgevlacht toen. Hè? Ja, maar uiteindelijk als je over de hele wedstrijd keek viel het wel mee hoeveel kansen PSV uiteindelijk had. Maar ze hadden in een bepaalde fase kregen ze op een gegeven moment een paar kansen achter elkaar. Maar ja, PSV speelt natuurlijk ook een redelijk open strategie, redelijk open tactiek. Ja. En ze speelden eigenlijk, volgens mij speelden ze toen met Narsing aan de zijkant bijvoorbeeld, die dan mandekking deed op Alaba en eigenlijk naast zijn andere verdedigers kwam te staan. Nou, op het moment dat ze dan de bal winnen, dan mag Narsing een sprintduel gaan doen met rollen. Alaba. Ja. En soms is hij dan eerder bij de bal en dan kun je kans krijgen. Dus met open vizier die wedstrijd begonnen, wat betekende dus ook zelf meer kansen creëren, maar ondertussen... Meer weggeven. Meer weggeven. Ondertussen in Turkije is de stand 1-1. Quaresma scoorde voor de Turken en Hamsik voor de ploeg uit Napels. Daar is nog, even kijken, een paar minuten te voetballen, als ik goed heb. Ja. We gaan door naar de andere wedstrijd in deze pool. Atletico Madrid neemt het op in eigen huis tegen FK Rostov. Ik zal even het bord weghalen. uit wat Kees terecht zei, waar PSV het liet liggen tegen een uitstekende tweede helft. Ja, was dit gewoon een hele zakelijke overwinning van Atletico. Ja, en terecht ook, naar ik mij weet te herinneren. Dat ze gewoon dik verdiend wonen. Die kregen kans op kans. En Atletico begint tegenwoordig heel veel kansen te creëren en heel veel doelpunten te maken. Dus ja, die zijn eigenlijk... Ja, want dat was het grappige. Was dat met jou hier vorige keer dat ik dat zei? Ja, Atletico, altijd kleine uitslagen. En toen hadden ze dat weekend daarvoor echt 6-7 doelpunten gemaakt. Ja. Dus dat is als ze dat er ook nog bij weten te creëren. Ze krijgen meer schoten, ze hebben meer dribbles, ze hebben meer kansen die ze creëren. Ze hebben ook betere kansen die ze creëren. Dus ja, deze ploeg... En het verdedigen is nog steeds echt gewoon van een extreem hoog niveau. Dus ja, misschien is dit zelfs wel weer een jaar waarin ze de absolute top kunnen uitdagen in Spanje. Of dat ze misschien in de Champions League wel echt een keer een prijs kunnen pakken. Want... Ja, dit team is echt ontzettend goed. Ja, Jeroen Grutte zei tegen mij... Ja, sorry Niel, ik vind Atletico met dit een betere ploeg dan Bayern München. Ja, het leuke aan Atletico vind ik dat zij krijgen natuurlijk in de competitie ook te maken met ploegen die zich volledig terugtrekken tegen hun. Want ze spelen ook tegen Eibar en dat soort ploegen. Dus dan wordt er van hun een andere manier gevraagd. En dat kunnen zij. Maar zij kunnen zich dus ook gewoon instellen, verdedigend instellen tegen topploegen. Dan gaan ze gewoon heel anders spelen. Ja. Dan gaan ze gewoon echt vanuit de defensie spelen en verdedigen ze op een manier met z'n 11. Ploegen die dat kunnen, toch, Pieter? En dat vind ik echt, dat vind ik zo knap. Ja. Dat is, wat Atletico kan, dat kan geen enkele andere ploeg ter wereld. Dit is verdedigend, dus dat qua organisatie is het by far gewoon de beste club ter wereld. En zeker ook van ploegen die ook diep verdedigen. Want de ploegen eigenlijk die meestal de beste defensies hebben, zijn ploegen die ver vooruit verdedigen en eigenlijk zoveel kwaliteit hebben dat ze eigenlijk altijd de bal hebben en daardoor weinig kansen weggeven. De Barcelona's, de Bayerns van deze wereld, zeg maar. Maar zij krijgen het voor elkaar door ook soms gegroepeerd in te zakken. Ja, nog minder tegenroepen te krijgen dan al die teams. En dan niet 1 jaar of 2 jaar, maar gewoon jarenlang achter elkaar. En ja, dat is misschien ook deels het geheim van dit team, dat het is ondertussen zo goed op elkaar ingespeeld. Je ziet ook altijd als er een nieuwe speler komt, de eerste paar maanden speelt hij bijna niks. Nou, die komt echt wennen aan het systeem. Ja, wennen aan het systeem. En pas als hij al zijn taken, al zijn opdrachten een beetje begrijpt, ook al ben je nog zo'n goede voetballer, je moet eerst dat allemaal begrijpen. Dan kom je er uiteindelijk in. Ja, dat vind ik altijd zo grappig van zo'n Gaetan vorig jaar, de dragende speler bij Benfica. Maar zelden zien we hem. Hè. Af en toe begint hij weer wel en dan weer niet. Opvallend vanavond, Torres toch naast Griezmann, geen Gamero. Wat vind je daarvan?
Nou ja, dat is misschien een beetje ook wat ik net zeg. Camero is inderdaad nieuw. Die heeft nu wel een paar keer gescoord, een paar keer meegedaan. Ja. Maar je ziet toch dat hij soms ook in topduels en in dit soort duels, dat hij dan toch weer teruggrijpt op Torres. Wat misschien mede ook te maken heeft met dat hij denkt dat Torres dat hele systeem beter kent, beter beheerst en daardoor van toegevoegde waarde is, omdat hij niet misschien die foutjes maakt die een Camero maakt. Nee, en Ferreira die gasten spelen ook, die spelen 70 wedstrijden. Nee, dus ze hebben ook gewoon 3-4 goede spitsen nodig. En Camero zal dan waarschijnlijk van het weekend weer spelen. Ja, dus, Ferreira Carrasco, de grote man, hè, nu op dit moment. Die is, 6 doelpunten in de laatste 4 wedstrijden. Fire, ja. Ja, mooi om te zien, Atletico. Mooi ook om te zien dat zij dit niveau weten vast te houden al een paar jaar. Zeg maar een Barcelona Real Madrid challenge voor een jaar is mooi. Ja. Zij weten het gewoon. Ja, zij zijn erbij gekomen eigenlijk. Eigenlijk, je hebt nu een top 3 in Spanje, toch? Precies. Ja. En ieder jaar worden de beste spelers worden ook weer weggekocht bij Atletico. Dus dat maakt het eigenlijk nog extra moeilijk voor deze ploeg. Ja. En ze hebben veel minder geld dan. Ze hebben natuurlijk wel geld, maar ze hebben veel minder geld dan Real Madrid en Barcelona. Ja, en eigenlijk is het onmogelijk wat Simeone daar doet. En ik verwacht ook eigenlijk dat op het moment dat Simeone vertrekt, dat we een instorting niet meer terugzien in de top. Ja, ja. Nou, we gaan voorlopig kunnen nog in ieder geval genieten van. We gaan door trouwens naar Duitsland. Borussia Mönchengladbach tegen Celtic. But I think James is in Scotland at the moment. James, good evening. Hi, how are you? How are you? I'm good, how are you? Just watching the game at home or are you going to the pub? Only at home today. I don't think it's going to be a good result, so I just want to go home, watch it, get in bed right after it. So, yeah, let's talk about the game. Last time both teams met was a 2-0 win for the Germans. What can we expect that's going to be different tonight? The scoreline. It's probably going to be more than 2-0 tonight. to be honest, I don't think we've got much of a chance of getting a positive result tonight. Why not? We've got too many key players out. We struggle on our travels. Historically, Celtic haven't done too well away from home in Europe. The Germans are a good side. You know, that was a lesson a couple of weeks ago. I know I didn't get a chance to speak to you guys, but you know they were far far too good for us last week, and they were missing key players. They've got their players back. It's a recipe for disaster tonight, I think. Yeah, you conceded 12 goals in 3 matches. Is that the strength of the other teams in the group, or has that to do with your back four? I think it's a bit of both. I think domestically, when we make mistakes, we don't really get punished for those mistakes. But in Europe, you will get punished for those mistakes, and it's quite difficult to sort of step up from the domestic to the European and expect the same results when you're still making mistakes. So I think it's a bit of both. It's us not being used to that competition and the competition being a lot higher than it usually is. Yeah, if you lose tonight, I think it's going to be very, very difficult. It also has to do with the result in England, but it's going to be very difficult to even qualify for the Europa League. Can you say that Brendan Rodgers has failed in his mission then? Oh, absolutely not. I mean, you're right. If we lose tonight, we're out. But to say that Brendan Rodgers has failed is unfair. You know, this is a team. The majority of the team failed to make any impact at all last season in Europe. He took more or less the same team straight into the Champions League. We've performed well in many games, so no, he certainly didn't fail. You know, this is a work in progress. This is step one for Brendan Rodgers. So to get there is a bonus. We just need to give a better account of ourselves than last week. You know, it's okay to lose a game if you play well and the players give 100%, but that didn't happen last time round. So you know, there's a point to prove. Yeah, James, last question. If there's going to be one player tonight that can make the difference for the boys in green, who's it going to be? Moussa Dembele. I told you a couple of weeks ago, he's far too good for Celtic. He's far too good. So if he performs too good tonight, it's also bad for you guys because probably he's going to be leaving in the winter. I don't think he'll leave in winter. You know, You don't come to Celtic and just leave after 6 months. I think he'll feel that he'll want to do the full season. He'll want to complete at least one full season here and achieve something. Not many people leave halfway through a season, and I don't see Moussa Dembele doing that. All right, James. Last question. Prediction. 3-1 Gladbach. All right. Thank you so much for your time, James, and hopefully a good result for you guys tonight. Thank you. Have a good one. See you. Thank you. Hey, het is wel echt ongelooflijk wat hij ook zegt.
hij heeft er zo weinig vertrouwen in. Hij zegt, normaal... Nee, maar als je een beetje supporter bent van de groep... Nou, vorige keer 2-0 gewonnen, laten we hopen. Hij zegt, het gaat veel erger worden. Maar die hebben natuurlijk helemaal te maken met een verschil tussen Champions League en eigen competitie. Ik bedoel, in Turkije heb je dan echt nog wel een aantal wedstrijden waarin je... Ja. Trouwens, ga maar eens uit naar zo'n ploegie. Voor mij ga je bruidsdagen dan ook nog niet in. Dus, maar in Schotland is het natuurlijk, stelt er helemaal niks voor, met alle respect. Ja, nee, en dan zitten ze ook nog in zo'n pool met Ant City en Barça. En dan nog eens Gladbach die in een van de sterkste competities van Europa speelt. Ja... Weet je, die hebben gewoon geen kans. Nee, dan naar die andere wedstrijd in deze pool. Het affiche voor de avond. Manchester City tegen Barcelona. Jij kijkt er ook naar uit? Ja, ik heb heel veel zin in. Ik heb die vorige wedstrijd nog een keertje teruggekeken. Ja, want dat is grappig. Jij gaf hier natuurlijk je mening. Ja. Dan ben je een dag later, ga je die hele wedstrijd terugkijken. En toen kwam je terug op je woorden. Ja, nou ja, omdat... Wilde nou het geflatteerd was? Nee, ja, wat wij dachten... Als de eerste bal van City... Nee. Ik vond het een geflatteerde zijn. Nee, het ging al meer over de... je kan het best zelf wat er qua systeem gebeurde. Wij dachten eigenlijk dat Barcelona begon een 3-4-3 systeem. Dat was ook op papier weergegeven. En op dat moment gingen we met die ogen ook beginnen met kijken naar die wedstrijd. Maar wat je eigenlijk terug zag op het moment dat je de wedstrijd terugkeek... was dat ze eigenlijk al in het begin 4-3 speelde. Alleen toen met... Mascherano eigenlijk wat verder terug en Alba ver vooruit in de opbouw. Maar er waren eigenlijk toen ook al 4 verdedigers. En tijdens de wedstrijd gebeurde dat Mascherano op een gegeven moment steeds verder ging doorschuiven. Waardoor de manier van druk zetten van Manchester City dat minder makkelijk ging. Nee, inderdaad. We zien nu de opstelling van vanavond. Wat heeft Guardiola anders gedaan? Aantal dingen. Sabaleta zie ik nieuw weer terug. Ze hebben een tijdje eigenlijk zonder rechtsback moeten spelen. Vorige wedstrijd werd Fernando rechtsback gezet. De wedstrijden daarvoor speelden ze... Hebben we het even kort over gehad. Toen hebben ze eigenlijk dit systeem gespeeld. Dus dan speelden ze 3-2-4-1 toen er geen rechtsback was. Nou, dat leefde eigenlijk geen resultaat op. Ze hebben wel hele goede wedstrijden gespeeld. Tegen Everton bijvoorbeeld, waar ze op een gegeven moment 2 Maar 6 wedstrijden op rij hadden ze geen 7, hè? Ja, klopt. Dus toen is hij op een gegeven moment weer een beetje afgestapt van dit systeem met 3 verdedigers. Toen heeft hij Fernando op een gegeven moment ingezet als eigenlijk een middenvelder. Die kwam dan rechtsback te staan, waardoor ze weer uiteindelijk weer teruggingen naar dit systeem. En ik zag ze net, hebben we die nog ergens? Welke? Nou, die wat ze vanavond spelen. Ja, want die kunnen we weer terugzetten. De rest heb ik niet gezien hoe ze precies stonden. Het is geloof ik een hele lastige vraag. Nee, helemaal geen lastige vraag. 4-2-3-1 stond er. Ja, er stond 4-2-3-1. Maar ik zat even te kijken welke speler. Want ik zag geloof ik Sterling op links. Sterling links, Silva stond rechts. Bruyne op 10. Hier heb je hem. En Fernandinho. Ja, dit kan twee dingen zijn. Ik denk eigenlijk dat ze, als ze zo spelen, dat ze eerder spelen zeg maar met Fernandinho echt als nummer 6. En dan Gundogan, die hier altijd een beetje dan tussen zit, zeg maar. De Bruyne wat dieper, waar meer diepgang ook in zit. En die zal ook meer van positie wisselen met Silva. Ja. En ja, nu hebben ze weer een echte rechtsback. En als deze dan naar binnen komt, zal waarschijnlijk die rechtsback echt als rechtsback spelen. En dan Kolarov in de opbouw gaan ze hem eigenlijk waarschijnlijk met 3 man hier achterin opbouwen. Oké. Vorige keer wedstrijd speelde Kees Manchester City met een valse 9. Nu kiest hij gewoon weer voor een echte spits, hè? Met Aguero. Ja, goed. Dat vind ik in ieder geval leuk om te zien. Want Aguero is gewoon een topspits. En in theorie zou het natuurlijk nog kunnen dat hij gewoon met Sterling op rechts speelt. Dat hij Aguero op links zet. Dat hij de Bruyne toch in de spits zet. En dat hij met Gundogan en Silva achter de Bruyne speelt. Ja. Want dat kan met deze opstelling prima. En hij heeft nu toe geen enkele keer heeft hij met bijvoorbeeld David Silva aan de zijkant gespeeld. Dus dit zou de allereerste wedstrijd zijn waarin hij dat gaat doen. Dus, en tegelijkertijd heeft hij in de persconferentie het heel erg opengehouden van oké, Aguero gaat spelen, maar ik zeg niet dat hij in de spits gaat spelen. Nee, dat is wel mooi, ja. Maar hij is heel erg bezig met Aguero, hè? Ja. Ja. Goed, laten we even kijken dan naar Barcelona. Daar hebben we ook de opstelling van. Ja, voor mij... Ja, Roberto is terug. Dat helpt inderdaad. Denk ik wel. Want ze hebben een tijdje natuurlijk gespeeld zonder echte rechtsback. Nou, nu hebben ze weer een echte rechtsback die dat ook gewoon goed kan invullen. Dus ik denk wel dat ze dat echt gaat helpen. En Iniesta is er niet bij, hè? Nee. Nou, ze missen nogal wat. Met achterin met name. Met Alba, met Piqué. En Iniesta die natuurlijk niet is. Maar denk je dus, dat je inderdaad 3 sterkhouders missen ze? Gaan ze dat voelen vanavond? Of is ik de denk kracht wel van in Barcelona ik zo ik goed? Denk dat Iniesta... Ja, die is... Ja, goed, dat spreekt dat voor zich. Dat hoeven we eigenlijk niet over te hebben. Nee, en dan Gomez die heeft ook nog wat moeite om zich aan te passen aan het nog wat hogere niveau. Ja. Maar Sergio Roberto is wel weer terug. Die speelde afgelopen weekend al.
Ja, dat is wel een groot voordeel. En dan hebben ze nog een aardig achterdoen, dan moet ik staan hoor. Maar daar moet niet veel meer gebeuren, want ze hebben nu echt bijna niemand meer achteraan. Er maar Mathieu weg in, maar die is geschorst. Ja, die is geblesseerd. Ja. Oh, ja, kijk, ja. Dat geeft altijd een verdedigers hoop, hè, de rest van de wereld. Als dat Mathieu bij Barcelona is. Maar die is ook en die is geschorst trouwens voor deze wedstrijd ook. Hij heeft ook twee keer geel gepakt. Ja, hoe kijk jij er nou tegenaan? Als je staat zelf ook wel eens, heb je centraal achterin gestaan? Nou, ik heb hem. Wij zijn met Groningen toen wij op trainingskamp waren, zijn wij naar Valencia Atletico Madrid geweest. Dat is een paar jaar terug. Toen speelde Toby Alderweireld onder andere nog bij Atletico. Ja. En toen heb ik Mathieu zien spelen. En toen was ik echt onder indruk hoe hij speelde. Ja. En, maar goed, dat is dan wel weer een niveautje lager waar wat minder van hem gevraagd wordt. Ook in opbouwend opzicht. Ja, toen vond in een grote ruimte. Dus ja, precies. Dus toen vond ik echt van ja. Maar toen was hij al 30. Toen ging hij volgens mij voor 25 miljoen naar Barcelona. Ja, is dat dan een beetje dan de schijn tegen hebben als centrale verdediger? Wat hij heeft, wat ik terecht zeg. Dat... Hij heeft ook niet echt de uitstraling natuurlijk. Weet je? Dat werkt ook niet echt mee. Als verdediger is het gewoon een goede verdediger. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, of hij echt voor Barcelona niveau een goede verdediger is, dat betwijfel ik. Maar ik vind het wel gewoon een goede... Ik bedoel, je houdt je niet jarenlang voor niks staande daar op dat niveau. En in het Frans elftal. Ik denk nooit dat hij vaste basisspeler zou worden bij Barcelona. Nee maar... Ja, maar dat maakt je nog een prima verdediger. Inderdaad, en hij kiest ervoor toch op deze manier? Ja, als hij het niet doet, denk ik. Als je ooit bij Barcelona kan voetballen, toch? Ja. Voor mij hebben we ook aan jullie de voorspellingen gevraagd van vanavond. En is daar een heel mooi kaartje van geworden. Kijk, hier hebben we hem. Eigenlijk zijn we het heel erg met elkaar eens. Kees natuurlijk. Kees de boosdoener weer, hè? Nou, ik denk dat Barcelona, omdat ik net zeg, die missen wat spelers. En City vind ik, die hebben en Aguero en die hebben Gundogan, die in die wedstrijd ook niet speelden. En die spelen thuis, dus ik denk dat die, dat het wel eens een gelijk spelletje kan worden. Oké. Pieter, wij denken hetzelfde, eigenlijk. En makkelijke overwinningen dan voor Bayern en Barcelona en Gladbach? Barcelona gaan niet makkelijk worden. Je zag de vorige keer ook, zeker in de eerste helft, dat ze het heel erg moeilijk hadden met die hoge pressing van City. Spelen niet vaak natuurlijk tegen teams die dat kunnen en die dat goed kunnen. Dus ja, ik denk wel dat die lastige wedstrijd gaan hebben. Maar ja, die hebben voorin drie wereldtoppen staan die altijd een wedstrijd met één actie kunnen beslissen. Ja, dat zagen we in die vorige wedstrijd ook, weet je wel. Dan heb je één actie van de Messi, één actie van de Neymar, één actie van de Suarez. En ja, je staat ineens op een achterstand. Ja, als je dan nog maar eens terug te komen als Manchester City. Ja, met name die eerste goal. Die gleed uit. En ik vond dat City echt goed begon, hoor, die wedstrijd. Zeker, ja, absoluut. En die rode kaart kwam na een uur volgens mij. Dus je moet het 90 minuten volhouden. Ja, ik vond het wat geflatteerd, die overwinning. Ja, dus ik ben nu wel benieuwd. Maar goed, ja, dat Barça uiteindelijk... Dat we weer gaan genieten. Ja, ik hoop dat het 2-2 wordt. Misschien wel 3-3. Nog voor een neutrale toeschouwer wordt weer fantastisch. Maar dan heb jij het goed. Laten wij ook nog 2-3 of 1-2. Dan de laatste pool. Daar hebben we nog amper tijd voor gehad. Er zijn ook nog twee heerlijke affiches. Basel neemt het op thuis tegen Paris Saint-Germain. Wat verwacht je ervan? Ja, wat ik heb begrepen was dat de overwinning vorige week... geflatteerd was van Paris Saint-Germain. Twee weken terug. Ja. Ik ken Basel totaal niet. Nee. Wat goed nieuws overigens is dat Jean-Paul Boetius vorige week in de beker weer minuten heeft gemaakt. En gescoord. Ja, absoluut. Dus dat is heel mooi. Hier is de opstelling van Paris Saint-Germain. Eigenlijk wel de redelijk bekende namen. Met Cavani in bloedvorm nog steeds daar bij de Parijzenaren. En dan het middenveld. Ja, fantastisch middenveld. Toch wel mooi. Thiago Motta nu op het middenveld staat. Speelde de laatste weken niet. Nu wel. Dan de andere wedstrijd in deze pool. Ludo Goretz. Ja, moeten we weer hopen op het... Wat was het ook weer? The Magical Night in Bulgaria. Die nemen het op tegen Arsenal. Dat hoopte destijds onze Skyper. Vorige keer 6-0. Ik denk niet enigszins geflatteerd, want dat had ook wel iets meer kunnen zijn. De man in vorm bij Arsenal, die is er vanavond natuurlijk niet bij. Waar wij de vorige keer zo lopend over waren. T. Walcott, die is licht geblesseerd en die hebben ze thuis gehouden. Ja, er zijn er nog wel een paar in vorm, hoor. Ja, maar wij waren toen zo verbaasd over dat hij vorig jaar maar 4 keer had gescoord en dat hij dat nu al had behaald. Vorige keer was het niet die fantastische goal van Alexis Sanchez? Ja, maar ze zijn allemaal in vorm voorin. Özil is fantastisch in vorm met Sanchez en die Oxlade-Chamberlain die doet goed. En Giroud natuurlijk, hè, waar menig geen fan van is. Is weer fit. En, maar liet toch wel zijn waarde zien, hè, afgelopen weekend. Dus zij
Ja, ze gaan deze wedstrijd winnen, maar daar hoef je geen Nostradamus voor te weten. Nee. 7 heerlijke wedstrijden gaan we ons klaarmaken. Daarmee verlaat ik jullie voor dit moment. En dan vertel ik jullie gelijk dat Besiktas Napoli in 1-1 is geëindigd. Dus 1 wedstrijd zit erop. Nu gaan we ons klaarmaken voor 7 andere wedstrijden. Om 9:30 zijn we terug. Om een kwartiertje, ja jawel, zonder reclames gaan we analyseren. Graag tot zo. Zelf ook nog de rebound komt. Moreno
sukkels even. Een lekker badje. Badje aan het laag. Heel mooi. Hé, die is overweg. Voor op de bak. Hé, heb je die bak? Nee, maar niet te kunnen. Ik was laatst pas op collega ergens aan het werk. Ja. Nu is een kerel naar de telefoon. Die zegt, mag ik een refill? Ik heb het gewoon betaald. En voor mij welke schakel? Deze. Het linkt aan die? Dankjewel, Jan. Alleen eens met Kees van Marvans en Hens. Voorzitter van de Kees Kwakman Veenclub. Ja, dat snap ik. Oh! Oh! Zo! Als die opstaat staat te winnen. Zo, geeft hem toch nog die bal wat meer. Achter de kant bij Max. Die zet die brand van twee ellebogen. Nee, maar even serieus. Nee. Is gewoon. Als niet meer in de hand. Die stelde voor om na afloop te schrijven. Hij komt op zijn recht. Ja, moet ik met zijn recht. Hij moet gewoon even. Als hij oplet, geen op. Hij in de rust kan. Hij wil aannemen, maar ik wil heel erg uit, weet je, dus ik kon niks. Nee, maakt niet uit. Pas je moet nemen. Verbaasd me af en toe. Hé, hey, Bas. Hé. Hey. Je bent daar voor. Hé. Hey. De per se altijd moet een beetje voor je bij. Kan iemand voor het markt doen? Ik snap het vaak wel, maar soms kan het een situatie. Ik doe helemaal niks voor jou. Ja, maar dat is lekker. Nou, jij zat niet zo erg mee zijn afgelopen weekend. Met Willem 2. Voor de punt in? Maar weet je wat het mooiste is wat Bas doet? Doet gewoon dit, hè? Ja. Draait zijn gozer open. Die gozer heeft gewoon nog een kwartier. Ja, dan hou je eerst van Miel eruit, hè? Zo lopen we even. Dan lekker zo lopen nu. Ja, doe een andere jaar. Ik denk als we Bas hadden gevraagd, was het wel. Ik heb 10%, ik zit in de chat te moderaten. Ja, kan het niet. Soms hoor je dat gewoon met de bellen hebben. Dat is wel leuk. Kan niemand die zo'n wet voor die ik weet het niet. Dat moet het toch zijn. Oh, wat een bal, hé. Met een bal. Gele kaart. Nee, joh, laat ze vallen. Dingje. En verkeerd gedragen. Fleetwood Town staat in ieder geval met 1 op 1 Bristol Road. Ja? Dankjewel. Ashley Hunter. Der Hunter. Zo je weet welke speler van Fleetwood Town er nu in de Super League speelt, hè? Zeker. Kippensluif. Nee, man. Kip. Ik kan ook je kip, ja. Hetzelfde. Ik kan ook kippensluif. Super. Ja, Vido. Nee. Lekker hoor. Hey, je hoeft dat niet. Ja, ik ben opstelling. Nee. Toch.
Oh, lekker tikkertje. Kom uit. Maar telkens is er dus voor hem nog iemand. Ja, nu weg. Naar het schaaltje, moet je kijken wat ik vind. Ja, je zit allemaal onder een laptop met je kop. Ik weet niet, je hebt net bijgevuld. Precies, super. Arias, dat was wel een moment waar al die zo'n kapotte zat. Ja,
Ed Willem Vissers. Doe even. Je hebt zelf ook een goeie. Begroting PSV. Doe even. Begroting Bayern. Weet je wel, dat is ook een goeie. Dat is toch outside! Hij staat echt erboven in het veld. Het is gewoon 1-0 voor PSV binnen een kwartier. Dit is niet best, jongens. Nou gaan ze gas geven. Ja. Nou heb je ze echt boos gemaakt. Dan vind ik het mooi als mensen zeggen van... ja, vroeger schommelen de wedstrijd. Dat is niet altijd een voordeel. Jij, heb jij 400 euro op ingezet? Hij liep er al op het moment dat Trupper topte. Ja, 2-0. Luka Gorens. 15 minuten. 2-0 Luka Gorens. Kisseru! Mooie actie, joh! Kisseru heeft een leuk feitje van. Kisseru heb je een leuk feitje van. Die zat nog met Pochel, daar staat die. Ik zag dat, ja. Pochel hier. Chiru bij Tour in 2009. En hij is in bloedvorm. Ja, dat is een beetje een Amsterdamse soort te wezen. Om te weten dat Arsenal had. Lars. Ja, Sean was daar nog hier. Ja, ik heb een jaar gemaakt hier. Niet dat we het per se gaan doen, maar dat we, als hij zou kunnen is het misschien wel tof. Doet niemand in die potten kijken en 2-8 is wel grappig. Of we moeten gewoon die gast van Lule Gores even schuiven. Ja. Even neerzetten in de studio. Theodor. Ja. Ja, dat is nu is hij helemaal als hij van partje. Met je mind. Ik ben groot voorstander om Theodor even te schuiven. Ja. Zij denken niet in tweede plaats. Yes, we're 3-0 in front. Wat hij heeft wel emotie. Dit was een classic Mustafi. 3 is Mustafi toch? Ja, maar die vorige goal ook. Ja, dus kom je niet op zo'n gaande weg. Maar zo'n fantastisch is dit. Ja, ik hij wordt sinds zijn komst is goed gegaan. Ik denk het niet, ik klinkt normaal. Zo, een vangetje op, Rupper. Zeg je dat? Ja, ik ben aan het kijken. En het is kut. Ik ga normaal of denk ik raal. Lekker, man. Dat soort momenten moeten er meer gaan komen natuurlijk, naarmate Bayern ja, maar wel even aan de voren gaan lopen. Maar we wisten het niet, maar dat het gaat die wellicht nog is. Oppakken? Nee dus. Daar wordt goed verdedigd. Vidal. Ja, joh, gewoon elke minuut in je voorstand tegen Bayern moet je gewoon even koesteren. Als we niet pak je er nooit meer af. We hebben wel een keer dat. Ja, dat is een keer. Twee hands, dan voor het lichaam, de jong. Ik denk dat mijn topnummer vindt, want mijn vader die werkte bij Philips. Mijn moeder die stond op schrijfwerk. Samen brandden ze lampen van Philips, die brandden de patiënten. Is er niet een iets andere versie van ook? Ja, zo is die ontstaan. Ja, okay. En met ze hebben hem lief gemaakt. Ja, hebben ze de censored versie. Die is goud. Nee, hij komt bij Utrecht vandaag. Lars gaat nou aan die Sean die we een keer hadden gehad over Arsenal, hij zou kunnen skypen. Dit is goed. Misschien wel leuk. Met een totale meltdown even zien. Ja, hij is niet zo heel snel 52. Dat vindt hij niet leuk. Nee, zeker. Het zit er geld bij. Oké, geef ze nu wel. Iedereen wil profiteren. Ja. Schiet gewoon! Dat is gewoon schot voor binnen. Gaat gewoon zelf. Zo. Alonso. Kerstu hoor. Kerstu bedoel ik. Die banger. Ja, maar heb je gezeten Lars? Doe. Goed zo, jongen. Samen met Kochel niet in de wereld. 2009. Laat dit nou net als een 8e goal zijn in de laatste 4 wedstrijden. Ja, ik heb het gelezen. 8 in 4. Hij stond 3 uit 7, dus dat een snelle reconsoleert, maar ik wel tip 8 en 4 is. Keurig prestatie, hoor. Ja, die verdediging in Bulgarije, dat wil je niet weten. Maar die laatste wedstrijd van Lule Gores is sowieso toch 1-6, toch? 6-0. Oh, die zijn thuis, die zijn in de competitie gewonnen. 3-5. Dat was lekker bonje voor de neutrale. Ja, ik heb veel staan. Maar toch, Robben zal het even ongedaan maken. Laan is ook verschrikkelijk. Ik ken ook twee kanten op. Ik denk heerlijk, man. Ja. Wat? Die Laan, je weet nooit waar die heen gaat. Nu centraal, weg van de vleugel. Zo. Oh, geen buitenspel? Ja, lekker Remco. Het zou wel lekker zijn als dit geen buitenspel was.
Atletico. Hoe kan je niet zien? Als ze bij de regie humor hebben, dan tekenen ze even zo'n hele scheve lijn om het wel goed te praten. Nou, wij weten dit nog goed. Wij hebben humor. Hebben ze bij Everton gedaan, toch? Officieel account. Bij Everton een afgelopen weekend op Bolassie. Zo over het was. Dat was wij zaten hier wel voor de weekend met z'n tweeën. Joel van Balassi. Ja, die voorzitter van Kaku. Bij Las Palmas, was het ook, werd erin afgekeurd of zo. En dat was ook. Maar die lijn die kroos echt schot geschreven. Oh, schot daar in Manchester. Goed. Ik zie om de 2 seconden iemand erop. Komt die 3-2? Mooi aan. 2-1, Arsenal. Ja. Jan plus 2,5 goal toch? Jij? Nou ja, dat is iets anders. Deze had iets anders. Wie is dat? Die Braziliaan? Spits? Nee, de buitenkant. Volgens mij wel, ja. Nee, die speelt er niet. Weggekomen, half eerste paal. Alonso. Graniet, hè? Ja, ik zat even naar. Ik probeer alles tegelijk. Keer dat niet, Kees. Nee. Zit die 1-0. Cool. Oh, laat je vallen, joh. Oh, hieronder. Lekker in één kool schieten. Oh, nee.
Lekker Jan. Ja. Godverdomme. Godverdomme Jan. Dat zijn ze enge, die twee. Jan, die kan echt helemaal niks. Jij zit lekker daar, ook. Ik zit lekker daar. Hier pas weer nog een keer met zijn kap. Jij zit nu tegenover hem. Ik moet er ook nog tegenaan kijken. Maar dat was een goede actie tegen Lewandowski. Die net op de training zo, ja. Van Noyer ook wel eens gezien te hebben. Maar hij heeft die benen wel. Weet ik ook niet. Philips. De Jong. Terug naar de Jong. Dus hij weg uit de spits. Lekker zo! Hey,
Wat denk je dat die jongen van Rostov hem even doorkomt? Ja, dat was in ieder geval geen buitenspel. Maar we hebben hier nog met te maken. Zo! Zo! Nee, die kent wel wat, die kerk van. Zie ik wel een stapje maken. Lekker, Peppy! En zo. Ja, maar die kan ook helemaal niks van die Kimi. Die scoort hem. Dat is een respect normaal. Die kan ook helemaal scoren. Ja, precies. Maar zijn kopbal. Die kan echt helemaal niks van. Een misverstand. Dit was het moment van Robert. Die echte volleybal. Die probeerde te verlengen met het hoofd. Hier nog een keer. Kijk hoe die vasthoudt. Die kan natuurlijk een krant 5 meter uit een. Je zet wel heel veel eten voor die twee neer, hè? We houden nergens
zijn ook. Maar met 2-0 was dat. Misschien moet ik even gebruiken. Had het dan 0-0 gestaan? Of 2-1? Of niet? Oh, daar valt de 1-1 pas. Als de video's gaan, ze werken dat nog. Maar zover is het dus allemaal niet. Het staat gewoon 1-1. Oh! Die voor 1 loopt wel slim, maar hij loopt elke keer wel wat op te verkopen. Kijk ook wat hij daarna doet, misschien kan je vrees in beeld. Dat is hard, je zo zwaar dat je het zelf dan. Ja. Zo, je denkt toch niet in die gasten, ja. Die... En mooi, hè? Komt er niet aan, Pieter? Nee, het zal zo wel 1-1 worden. Andere Skypers is gewoon niet... Super aardig tekst. Ja, of Newman proberen. Dat denk ik ook. Zijn hij in de rust of na afloop? Ja, hij zei na afloop. Het zal wel 1-1 worden. Balletje kwijt in opbouw. Wat is een Twitter? Sergio Roberto.
Piet, kijk nou eens wat die rechtercentrale verdediger van Barcelona doet op het moment dat hij die rechtsback inspeelt. Die loopt naar voren, maar die moet blijven staan. Kijk, hij moet nu blijven staan, want die middelste man staat voor. Maar kijk, hij loopt dat niet eens. Daardoor kan hij die wanden niet kwijt. Hij mag gewoon weer uitzakken. Ja, Mascherano. Dat zijn gewoon allemaal anders voor. Maar dan nog? Nieuw van Trigger, ik kan dan ook twee keer zoeken op Marcel. Natuurlijk, dat kan ik wel goed, maar nee, wel niet goed. Dan maar dit, toch? Of helemaal. Ja. Toch? Ja, maar helemaal. Ik weet niet of hij nog een keer komt. Voor mij. Oh! Oh. Maar wie maakt je fout? Gele kaars, moet hij niet mee naar Rostov. Spelen met de backs.
Kuiper met de veel meer via middenveld die driehoek kunt maken. Ja. Want die Alaba die wil niet helemaal door. Die zie je een beetje twijfelen. Wil je een bord neerzetten? Ja. Hij lacht nu al een paar keer dat hij Müller dan jaagt op Ishimat en als hij dan gewoon een driehoek maakt. Ja, of je kunt maar mijn voorwaarts zeggen, de speler uit de tweede bal, dan kom je hem direct weer te houden. Maar dit is ook zo half-half, denk ik. Dat iedereen een beetje zo half uitzakken en dan, oh ja. Dan maar ik vind wel, als je Alaba dwingt om ook door te dekken, dan komt er ook ruimte in die hoek voor de spits. Ja. En nu hoeft Alaba eigenlijk nooit door. Welkom terug bij FC Afkikken. 7 wedstrijden en een halve week. Pieter Zwart en Kees Kwakman. Pieter, je stormde hier naar binnen, pakte gelijk het bord neer. Want, wat wil je laten zien? Nou ja, wat wel leuk is bij PSV is dat ze nu al echt redelijk goed georganiseerd hebben in deze wedstrijd. En dat komt ook mede door het Pereiro. Die speelt eigenlijk meer, als ze niet de bal hebben, speelt hij echt puur vanuit Xabi Alonso. Waardoor ze eigenlijk daar op het middenveld hebben ze nu 4 man PSV staan als ze de bal niet hebben. Met daarachter nog dat blok van 5. Ja. Nou ja, daardoor hebben ze in ieder geval de grootste problemen die ze in de vorige wedstrijd hadden. Zeg maar, dat in de as heel veel mensen iedere keer vrij kwamen. Dat hebben ze wel voor een groot deel opgelost. En ja, het was leuk om te zien dat PSV, ja, die goal was uiteindelijk natuurlijk buitenspel. Maar was het buitenspel? Er gaan geruchten, maar ik heb een foto gezien waar het blijkt dat het... ja, misschien kunnen we die foto zo even laten zien waarop duidelijk te zien was dat het geen buitenspel was, Kees. Hey, Lijn. Ja, maar wat ik daarover wilde zeggen is dat het inderdaad zo'n aanval was waar ik het van tevoren over had. Zeg maar, dat je die, als je daar in die ruimte komt, zeg maar, achter die back, Alaba in dit geval. Ja. Als je daar met die back hoog gaat komen en je hebt ook PSV kwam vaak met die buitenste middenvelders, Ramslaar, Prupper, die dan ook nog naar de zijkant trokken, zag je dat... ja, Barnes op zijn zijkant in ondertal kwam en dat PSV zo een paar keer kon doorkomen op de tegenaanval. Dus ja. Ja, wat dat betreft... Zeer verrassend tot nu toe. Ja, ze hebben nog die 1-1. Ik denk, ja, Barnes heeft natuurlijk wel de betere kansen gehad. En wat natuurlijk oppassen wordt, is wat je steeds meer ziet, is dat Hummels en Boateng zijn natuurlijk nu met z'n tweeën tegenover Luc de Jong. En die gaan af en toe inschuiven met de bal. En ja, dan is het op een gegeven moment de vraag wie gaat hem een keertje opvangen. Dus dat wordt wel misschien nog een issue voor PSV. En je hebt natuurlijk altijd nog de individuele klasse van die spelers. Maar ja, qua organisatie heeft PSV het een stuk beter staan in deze wedstrijd dan in de vorige. Gaan zij het volhouden nog 45 minuten op deze manier, Kees? Ja, ik vond het nu al wel laatste 20
20, 25 minuten vond ik het al wel minder worden. Bayern werd ook beter. Ik vond dat ze er eerst zelfs een paar keer goed uitkwamen bij PSV. Met Ramselaar die goed begon. Ja. En daarna zag je wel dat Bayern... Die laatste pas bij Bayern een paar keer. Ja, daarna nam Bayern echt de overhand. Kwam het ook een paar keer op de counter met die laatste pas die dan net niet... Lewandowski iedere keer dat hij het spel vertraagt. Ongelooflijk, dat hij elkaar meegeeft. Dat je denkt van die kan eigenlijk geweldig goed meevoetballen. Maar die laat het vandaag niet echt zien. Lat en paal natuurlijk ook al dat was het eerste momentje natuurlijk van de wedstrijd. Lewandowski die buiten de 16. Jij kan goed koppen. Maar zelfs jij zat hier te kijken. Wow, dit is echt heel knap. 16 meter. Heel dicht. Ah, was iets dichterbij geloof ik. Maar wel echt zijn loopactie en zijn timing. En dat is echt geen makkelijke bal. En, Want je gebruikt dan eigenlijk de snelheid van die bal. Je geeft zelf eigenlijk geen snelheid mee. He? Precies, ja. Ja dus hij had een beetje pech. En daarna kwam die bal eigenlijk net even te hoog uit de stuit. Om hem nog naar beneden te koppen. Dus dan had hij wat pech. Ja, had hij wat pech. Denk je dat ze het vol gaan houden of niet? Nee, ik denk het niet. Nee. Omdat ze er ook zelf bijna niet meer uitkwamen op een gegeven moment. En als je nog wel tegenstootjes of af en toe eens een gevaarlijk moment zelf kan creëren, dan kan het nog wel wat worden. Maar dat werd wel al minder hoor. Okay. Ja, en je ziet wel gebeuren dat, kijk, Bayern heeft natuurlijk nu eigenlijk in deze fase hebben ze maar één momentje nodig. Eén momentje van genialiteit, één momentje dat het in de omschakeling misschien met PSV niet goed staat. Ja, en dan ben je eigenlijk al bijna klaar, zeg maar. Dus, trouwens, voor PSV, die andere tussenstand in de pool, Atletico Madrid tegen FK Rostov 1-1. Ja, dat is wel iets. Nee, dat is wel iets dat je uiteindelijk misschien hier ook wel, puntje nu koester je, dat je op een gegeven moment wel op een gegeven moment extra risico's moet gaan nemen. Ja, dat is helemaal niet gunstig natuurlijk. Dat verwachtte niemand. Maar goed, ik denk dat ze bij PSV ook nog wel verwachten dat Atletico dat recht reekt. En ik denk ook wel dat het nog gebeurt. Ja, goed. Dan de andere topper op de andere velden in Engeland. Manchester City tegen Barcelona. Manchester City, eerste kwartier, 20 minuten, veruit de betere ploeg. Hadden de zaakjes goed voor elkaar, hadden misschien een penalty moeten krijgen met Sterling. Hè? Daar waren wij het niet heel erg over eens. Nou ja, moeilijk. Ik had toch het idee dat hij speelde in ieder geval niet de bal, Umtiti. Hij zoekt hem. Ik denk dat het hem meer een beetje... Ik vond het geen zwalbe, laat ik het zo zeggen. Nou, dat komt te zwaar voor de penalty, maar om nou een gele kaart te geven vond ik wat... Als je naar het tactische gedeelte kijkt, wat valt je op? Dat City het anders heeft neergezet dan in die heenwedstrijd. Wat je in die heenwedstrijd zag was dat ze eigenlijk alles vastzetten en dat ze zo hoog mogelijk ook druk gaven. En dat ook de laatste lijn meedeed met druk zetten. En wat je nu ziet is dat ze... op het moment dat er een doeltrap is, zeg maar, met de steken, die spelen natuurlijk met 4 achterin, dan proberen ze nog wel vast te zetten. Daar komen ook een paar gevaarlijke situaties uit. Even denken, Barcelona. Ja. Die spelen natuurlijk 4-3, maar wat ze daar proberen, dat proberen ze wel gewoon echt vast te zetten met Silva, die dan vanuit hier doorgaat naar het centrale. Silva blijft op Busquets staan. Ja. En ze speelden met Gundogan, die dekt door op Umtiti. Umtiti begon rechts. Wij zaten te kijken van... Ja. Wij zagen het eerste papier staan en toen dachten we, dit kan niet kloppen. Een foutje, ja. Maar dat hebben ze, op een gegeven moment hebben ze dat wel omgedraaid. Het geinige was dat toen volgens Gundogan van links ook naar rechts ging om vanuit rechts door te gaan. Maar City speelt... vanuit een 4-4-1-1 eigenlijk uit balbezit. En dan meer eigenlijk vanuit een soms een laag blok. Op het moment dat ze niet erin slagen die bal direct te veroveren en direct de tegenstoot te plaatsen, dan gaan ze eigenlijk wat lager met z'n allen staan. En in eerste instantie speelde dan De Bruyne hier vanaf links, Silva vanaf 10. Op een gegeven moment heeft hij dat ook omgedraaid. Met Silva meer vanuit links. Nou, die is uiteindelijk ook bij die goal betrokken. Ja. Maar City probeert het wat minder hoog vast te zetten. Probeert ook wat minder verzorgd op te bouwen. Ze hebben ook veel minder balbezit in dit geval. Dat is het grote verschil, ja, zeker. Ik wil zo even, misschien kunnen we het even proberen. Kees, even het bord voor die tegengoal van Barcelona. Dan kan Kees... had een heel scherp punt. Maar we gaan eerst even de ruimte geven. Oh nee, maar je kan het bord gewoon ertussen. Want we gaan eerst even Skype met Sean. Ik denk wel misschien wel de grootste Arsenal-fan van Nederland. Ik denk dat hij de eerste 20 minuten een hartverzakking heeft gekregen. Want Arsenal stond binnen 20 minuten met 2-0. Achter, Sean, daar heb ik gelijk in. 20 minuten was het zoiets, toch? Ja, ik vorige keer was ik heel erg enthousiast. En nu niet, maar dat begrijpen jullie wel. Ja, en 2-0 in Bulgarije, maar uiteindelijk zet je het voor rust al redelijk goed. Giroud? Ja, Giroud is niet meer nummer 1 spits, naar mijn mening. Maar in zulke wedstrijden wel heel belangrijk. Net zoals die wedstrijden tegen Middlesbrough. Wanneer de verdediging of wanneer de tegenstander eigenlijk alleen maar staat te verdedigen, dan heb je zo'n speler nodig in plaats van Sanchez. Ja, absoluut. Bij deze stand Arsenal en Paris Saint-Germain door. Maar ik neem aan dat de Gunners het gewoon in de tweede helft gewoon recht gaan zetten daar, toch? In Bulgarije.
Ja, ze gaan het wel recht zetten. Ik denk dat Chamberlain erop komt voor Ramsey, want die heeft totaal geen diepgang op rechtsbuiten. Nee. Ik snap de keuze wel dat hij daar staat, omdat hij eerste wedstrijd weer in de basis. Maar ik denk dat hij er straks op komt en ze gaan het wel goed maken. Ja, lang uit de relatie geweest ook Ramsey. Die krijgt eindelijk nu weer wat minuten. Afgelopen weekend vond het ook. Klopt. Oké. Goed, Jan. Nou, laten we hopen dat de Bulgaarse kijkers niet hun moment of fame hebben deze avond. Dat het goed gaat komen voor jou, Arsenal. Wellicht spreken we weer even naar de wedstrijd. Dank voor je tijd, Jan. Goed. Toppie. Fijne avond. Hoi. Ja, Kees Kwakman maakt nu gewoon zijn debuut met het Pieter Zwartbord. Zeker. Want, wat wil hij even? Hebben we een bal? Hebben we een bal? Wat? Een kleurtje? Ja. Nee. Kijk, hè. Ja, kijk, daar is hij. Een zwarte bal. De trainerscursus. Heel goed. Ja, ja. Kees Kwakman, neem ons even mee. Barcelona stond 1-0 voor. Ja. Was op zoek naar de 2-0. En wat gebeurde er toen? Mascherano speelde Sergi Roberto in. En, Spaanse naam uitstekend. Jazeker. En Busquets was op dat moment de vrije man. Dus die, ik dacht dat Sergi Roberto hem ook in wilde gaan spelen. Maar in plaats van dat Mascherano hier uitzakte om ruimte te maken, liep hij vooruit. Dus hij liep de ruimte van Busquets eigenlijk dicht. Waardoor, ik dacht dat het Aguero was, weet ik niet zeker. Maar ja, de bruine. Oké, met hem meeliep. En Roberto gedwongen werd eigenlijk om terug te gaan. En uiteindelijk via deze paas de bal naar Busquets wilde geven. Maar ja, die had niet genoeg tijd om uit te zakken. En die bal was te scherp. En nou ja, goed. Ja, City onderschept. City onderschept en maakte goal. Dus een opvallend foutje. Want ja, wie Barcelona altijd kijkt, weet dat de centrale heel diep inzakken, toch? Heel diep inzakken. En zeker ook als de bal bij de back is. Of dan gaan ze haast. Ja, zelden heb ik dit gezien. Echt, zeker bij Piqué, die doet dat nooit. Dus dit verbaasde mij dat Mascherano deze keuze maakte. Dus, En daar kwam gelijk de tegengoal uit. Daar kwam gelijk de goal uit, ja. Ja. Oké, interessant. Nou, tweede helft mogen jullie het bord gaan delen, Pieter. Ja, ja, ja. Ja. Gelijkwaardige partner gevonden in je bord. Nou ja, dit wordt nog wat voor dit seizoen als we zo doorgroeien dan. En straks krijgt iedereen zijn eigen bord. Ja. Goed, laten we even kijken. We hebben nog 2 minuutjes naar de tussenstanden op de velden in Europa. Benfica, Dynamo Kiev 1-0. Borussia Mönchengladbach, Celtic 1-0. Celtic had echt de grootste kans na een kwartiertje spelen, maar die misten ze. Dan al afgelopen Ziektas Napoli 1-1. Ludogorets tegen Arsenal net over gehad. De Bulgaren kwamen met 2-0 voor, maar inmiddels dankzij Giroud staan de Londenaren op 2-2. PSV Bayern München 1-1, FC Basel tegen Paris Saint-Germain 0-1 en Atletico Madrid zeer verrassend tegen FK Rostov 1-1. Wij moeten het natuurlijk hebben over onze voorspelling. We hebben 3 wedstrijden voorspeld. Kees, voor mij sta jij nu goed. PSV natuurlijk hebben we alle 3 niet goed, ja. Maar je hebt Barcelona heb je goed, Gladbach heb je goed. Ja, wij hebben er 2 niet goed, Pieter. Het is moeilijk. Nou, City valt me wel een beetje tegen, moet ik zeggen. Want ik had wel verwacht dat ze wat meer tegenstand konden bieden. Zeker, omdat Barcelona 3 sterkhouders moest. Ja, en omdat ik dacht toch ook wel dat City nu met en Gundogan en Aguero erbij. En in de Bruyne die weer helemaal fit is. Ja, had ik maar blijft meer het een X'je, denk je? Of ja, Barcelona? Ja. Ik kan hier nu wel heel stoer roepen van wel. Maar ik hoop natuurlijk dat Barcelona wint. Maar ja. Oké. Okay. PSV, nog tot slot, Pieter. Nou ja, ik hoop dat ze een gelijkspel halen of misschien nog wel winnen. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn voor PSV. Alleen, ik vrees dat Bayern München die wedstrijd er toch nog wel uit gaat slepen. Ja, het is ook een wedstrijd, denk ik, in zo'n wedstrijd, Kees, dat weet jij beter. Als je tegen een betere tegenstander moet, het is ook 90 minuten mentaal en fysiek het mee kunnen op kunnen brengen om mee te gaan met het hoge niveau van je tegenstander. Op een gegeven moment kost dat zoveel kracht, neem ik aan. Ja, zeker omdat hun ook nog het grootste gedeelte de bal hebben. Maar aan de andere kant, PSV weet dat van tevoren. Ze weten wat ze ervoor moeten doen. Ze weten dat ze zich moeten opofferen eigenlijk. Tot het gaatje gaan, verstand op nul. En dat kunnen ze. Dus het valt me absoluut niet tegen tot nu toe hoor. Wat ze laten zien. Dus ik hoop alleen maar dat ze het vol kunnen houden. Hopen dat PSV het vol kan houden thuis tegen Bayern München. Over 3 kwartier zijn we terug met de uitgebreide analyses van de 8 wedstrijden van vanavond in Europa. Graag tot 10:30.
Zelfs een fake account. Mario S2 Confusion of Boxlid. Ja, ik kan je vertellen dat als dit over de grens is, dan heb je ook niet zoveel aan je eerst denken. Natuurlijk wel. Zo. Dus in buitenland in Manchester. Oh zo, ja. Ja. Zo. Ah. Waar kijk jij, Jan? Dat is boven, actual. Dat is vertraging. Ja, geef niet, dat is wat traag vandaag. Maar kijk daar. Waarom zeg je toen zo, terwijl die bal werd uitgekregen? Ja, dat is een beetje van dat gemabbel. Wat zeg jij? Nee, serieus. Nee, ik wil het niet meer. Maar ja. Ik zei niks. Die bal helemaal genoeg. Dat is niet. Toch een veel maar. Ja, Vlas maakt toch. Ja. Ben jij hier? Hummels, Müller. Ja. Nieuws. Dat is een beetje een te denken voor hier op de zaak. Müller, als ik haar eens boven krijg. De rol blijft daar aan de zijlijn geplakt. Nu met de bal aan de voeten. Lewandowski. En Rupper, ja. Nieuw. Ja. Justin zegt, overigens, als ik een andere boodschap probeer te halen, moet je mij even doorgeven dat jullie tof lijken. Ja, inderdaad, ik ga het zo. Ik denk persoonlijk dat het belangrijkste is dat we met hem schrijven. Want ik heb een PSV voor kwart over elf morgen spelen gezien. Nee, maar hij moet niet snel weg. Dat is niet voor de uitzending. Oh, het is niet voor de uitzending. Morgen ja. Als het interessant is. Maar dat kan mensen in het vuur. Ja. Spelen. Maar sowieso die schrijven denk ik dan. Als kan. Ja. Ik weet dat niet. Ja, als het bijzonder is. Ja, als het bijzonder is, hij is bij die wedstrijd. Nee, maar. Ja, dus. Hij moet op zoek gaan naar die dikke van de graaf. Ken je die niet? Die had op een PSV zitten ja, en een heel groot toestel. Oh, jongens, schiet je nou. Je hebt vraag gezien, man. Maar hij vraagt of hij het dan op Twitter moet zetten of wie er al heeft gezien. Albert. Ja, ik kom die goal nog een keer. Ik heb al voor nu kijken of jongen komen. Schiet hij nou niet dan? Leed hij en misschien Terreur? Oh, nee. Ja, Terreur is wel leuk. En eventueel Jean nog als ze als de school daar opvragen. 1-1 dus. James eventueel als Celtic nog wat onduidelijk, maar daar ga ik niet van uit. Ja, James thuis, dat moet sowieso wel goed komen. Ja, nou dan komen we af te bed. Nee, maar ik bedoel meer van of het interessant is. Early morning tomorrow, zie je. Ja, dat vind ik. Ja. Ik ben helemaal weer. Ik wear hem! Zo, gebruik door Kruper. En vind je het dopper gooien? Oh, Maxi, grappig. Hij bleef Kruper totaal in controle. Dit is heel goed gespeeld. Tweede paal. Doe maar de eerste paal. En die tweede, Jan. Ja, kijk. Dat is een checker van Abik, toen we gelijk gingen analyseren. Een aantal met mogelijkheden. Maar weer dus. Zeg maar even in de terminologie. Waarin? De laatste bal die niet goed is. Die er niet eens kwam. Je weet van tevoren dat je geen 28 kansen gaat krijgen. Is dat zo? Een paar keer dat je er bent, is het wel fijn als het dan echt robben op Lewandowski. Dat is ook eens. Nee, is wel pas hoor. Maar Niel, je hebt nu toch geen kaartje met uitslagen bij je hand. Is Cornet nu in de spel gezet? Wil je dat hebben of pakt het niet uit? Ja. Mens al in zo. Zit een van jullie mee te tikken eigenlijk met uitslagen of wat dan ook? Uitslagen. Nou, zeg maar dat je...
na de wedstrijd moeten we even hebben. Ik wil het ook mezelf doen, maar dat je even gewoon de uitslagen hebt voor hem in zijn hand, snap je? Nou zo, ja, ik maak alleen die kaart. Wat wil daarop staan? Doelpunten. Ja, en gewoon even doelpunten maken, dus dat kan. Geen probleem, doe hem voor je zo boven. Chefke. Goede plek hoor, City. Hoe laat zou Christophe ongeveer zijn? 10 minuten na praten over deze bal. Ik zou altijd moeten door PSV. Ja, dus kwart voor 8 zou ik zeggen. Ja, dat vind jij. Tuurlijk kan dat. Hier loopt zo'n beetje. Ja. Dus nu de hele lijn waarop PSV het genoeg vindt. Tot daar. Ja, dat is het. Mag er wel gespeeld worden. Dan doen we nog zo. Ik heb ook nog even een beetje met Atletico, snap je? Die zijn geplaatst waarschijnlijk. Ja, hij reageert. Ja, sinds hij zei, kan nu niet. Heeft hij niet meer gereageerd. Dus even kijken hoe dat. Zo, goed dit zeg! Stapje naar links! Ja, ja, daar is hij weer, het Sillesse stapje. Ja, maar dan komt er een muur. Die tweede muur die ze ernaast zet, die bocht zit. Ja, het Rulst ook vrijdag. Sillesse stapje. Gert Wulst? Ja, Gertje hoor! Slecht hoor. Kijk, hij doet het ook. Ja. Hij gaat zo'n stapje zo bouwen, ja. Let maar op. Kijk, even stapje. Hop, en weg. Ja, die was hij echt. Hij springt niet. Waardeloos. Waar zit hij in de hoek? Nou, zonder een stapje heeft hij klem vast. Nou, dat niet. Ik denk dat hij op een gegeven moment zijn zicht kwijt is, omdat hij daarom een stapje heeft. Nee, maar dat gaat hij toch niet zien. Blessure Jasper Sillesse breekt Bart zijn oog. Blessure Sillesse breekt Jasper Sillesse oog voor Bart zijn oog. Loop nu maar gewoon door. Vind dat je dan, maar, dan moet je gewoon je lange hoek houden. En als hij daar maar komt, dan denk je het. Ja, maar als hij over... Ja. Vertrouwen op je muur. Ja, maar ze hebben die muur naast gezet. Van City. En hij is op een gegeven moment zijn zicht kwijt. Die Anthony Lulling is ook blij, kijk. Ja, dat is hetzelfde. Hij ziet op een gegeven moment. Daar gaan ze inderdaad, daar gaan ze stapje naar. Juich niet tegen zijn oude club en die Pep. Wat een respect voor hem. Mooi, ik heb van genieten zeg. Mooi, hoor, die Pep. Of vind ik dat fijn? Oh, Jordi niet. Hallo. Ik blij dat ik mooi heb gezien. Vidal. Zelfde rol van Vidal. We hebben een bord morgen. Nee, dat kan niet. Ik doe het allemaal puur op emotie. Flassie jongen, ik krijg een keer een beukje. Flassie je savage. dat je binnenkort zo'n Facebook account hebt. De Vlasbijbel. Ik zweer het. Bitfest wist. Ja, ja, 1-0. Lekker versus, jongen. Orlando Pirates waren gewoon met 1-6 op kop gegaan. Het is 6-7 geworden met Super Sport. Alaba en pas weer. Alaba. En de Bloemfontein daar in Orlando. Wil even vol met de rust, 6-1 verliezen. Orlando Pirates. Hij is nog goed vies geweest in de rest dan. Jongens, gas we door. Alles staat goed. En dat vindt 6-1. Ik tweet dat ik voor een jaar nog geloof ik. Bij Blackpool. Dat stond ook 0-2 voor. Want ik was 2 jaar terug dat ik niet tweet voor. Met wel een... Maar in het Engels zat ik eens eruit. Halftime speech. Well done. Maak snel de derde. Dan is die wedstrijd afgelopen. 8-2 verloren. 7 of 8-2. Lekker zo. Ja, Lewandowski trekt de aandacht naar zich toe. Want die trainer afgelopen zegt, ja, 2-1 tegen tijd, maar toch wel een wedstrijd. Ik dacht dat het 7-2 was. Ik dacht dat het 7-2 was. Ik dacht dat het 7-2 was. Ik
kwam. Ja, maar er is ook helemaal niks van aan te werken vanaf. Nee. We missen alleen nog een liedje voor de keepers, maar voor de rest prima. Een beetje jammer hadden van die dislike in onze chat. Dat is een lange toepie, denk ik. Ja, die oude keer ook. Wie heb je als die goal van Paris gemaakt? Matuidi. Oh, Matuidi, Charo. Vind ik leuk. Leuk voor jongen. Dus ook weer. Dini ook nog, Igalo. Wel een ploegje hoor. Let's make the third goal as soon as possible. The game is finished. Wel echt. Maar ook gewoon binnen het kwartier of iets. Niet normaal. Ik stel ook stijf onderaan toen ik dat bleek toe. Je hebt wel meer van die ploegen in Engeland die er echt helemaal doorheen zakken. Sommige. Ja, maar Bolton is al wel even weg. Portsmouth? Ja, Portsmouth. Maar die failliet toch en zo. Ja. Ja. Ja, maar ook zo'n Fulham, die degradeerde toen. En die degradeerde toen bijna helemaal. Villa doet het ook heel slecht, ja. Iedereen te slapen, want daar speelde die Blues uit de Velen, die zal die Fransje verpakken. Ja. Ongelooflijk. De chat ook vanavond. Ja, nee, is hier iemand die sterren beweert dat het inderdaad geen buitenspel was. Van Is Rick heel Frink in de chat? Hé, hey, dat is wel toch die man voor die blinde glijdenhond. Ja, de blinde tribune, die zit met Gieten. Nee, maar hij heeft hele tijd. Nou, hardlopen voor geworden. Ja, maar die ken ik, die jongen. Dat is de PSV. Ja, grootste fan. Hij kan volgende keer naar me toe. Nou, dan ken ik hem weer. Kijk die Louis Henrik erbij, zo'n hooligan. Lang jassie, goed zeg. Kijk dan, casual. Dan ben ik nog voor die kogels erin. Kijk, die gaat. Lars is er ook. Ja. Ja. Die is er nog brood op. Voor Laan. Hij legt hem twee keer. Ja, ik dacht. Ja. Maar ik was me bewust van de mic. Ja. John Bernard met bril. Of met pet bedoel ik. Ik moet hem wel even teruggeven, want ik zie niks. Hij is zo belangrijk voor ons. Selfie voor Marleen. Voor Marleen. Even naar mij te kijken. En dat kan, maar. Ja, dat was dus. Dat denk ik altijd bij die Maurits Hendricks. Die heeft echt zo'n ronde, weet je wel. Nou, de tweet is al gestolen, dit foto. Dan denkt helemaal niet. Dat is gewoon even kapot maken. Gewoon even weggegeven. Ja. Leuk voor een leuke zonne manier. Ik denk dat je wel iets moest doen, Arias. Weet je wat Jan is alleen maar daar. Maar springt als voet. Is dat hij bij mij van hem? Corners zijn gevaarlijk geweest. Maar met verenigde krachten hebben ze Lewandowski nog weg weten te houden. En heerlijk. En dat hier opnieuw. Met Hummels dan. Ja, dat is niet. 500 of 5000 af. Die zat op Facebook te kijken, die zag een leuk plaatje. Die denkt even achter. Zo! Bevel van Sancho. Zo, wat die keeper! Wat doet die keeper? Wat deed die keeper? Ja, zag je net? En Robben nu Renet goed naar hem meegegaan. Kijk wat een pedel, man. Het zit weer chokken op je volgen in Eindhoven. Fernando erbij. Wat gek is, hè? Dat is hem gewoon even geliteerd, hè? Ja,
Ook nog. Ja, en daarboven zijn ze. Ja, dat zijn de beste. Nou, oké, okay. dan neem ik het terug. Ik vond het niet veel doelpunten. Lewandowski streekt de schoenen opnieuw. Voor het laatste half uur. Och. Zo. Zo. Voor die mensen die dan gaan volgen op Instagram en dan even voor het gemak 12 foto's liken. Van, hallo, ik ga jou nu volgen, Pik. Ja. Misschien zou je het terug kunnen doen. Ja. Kijk, hij zit erin. Lassie zit de nieuwe likers op Facebook even een profielchecks te doen. Tot de vinger tussen zit. Heb je wat tussen binnen al meegenomen? Aan de controle. Hoe dit of nou? We hebben tijd over hier, wij doen alles meteen. Hij rekt de hele tijd, 45 minuten. Hummels. Hummels. Oh, goeie bal. Nou, Vidal en de redding pas weer Müller en de redding daar gaat knap. Goeie redding, hè. Ongelooflijk, hoe kan die nou zo vrij staan? Hoe kan die nou zo vrij staan? Ze kunnen daar best een beetje voetballen bij de Bayern, toch? Je zit op voetbal hoor. 11 tegen 11, kan niemand vrij. Hij geeft hem door, zie dat? Kwartaal. Hier, kijk nou. Zo, geen uit. Ja, nee. En dan nog wijzen, maar je moet wat doen. Ja, maar ik vind dat Remco maar het is echt een massa dat Moreno dat staat. Bij elke Nederlands verdediger gaat deze bal erin. Ja. Die gaat er niet meer voor. Nee, zeker niet zo naar de paal. Nee. Hardop! Hardop erin! En in Turkije? Kijk, nu wordt het 2-3 jongens. Geweldig van wat is er met hem? Dat is de laatste paar weken niet veel. Het is toch? Ja, weet ik niet. Even vragen jou. Nee, als voorzitter van de fanclub. Jij bent ook Turk. Ja. Dat je dan gewoon een keer op te dappen maar tegen een of andere vrouwtje die die fruit zat te verkopen. Hoe zit het nou eigenlijk met de galla van jullie? Dat die nog geblokt. Pas weer. Nee. Hummels, Vidal, helemaal vrij. Dan de van pas weer. Oh, jongen, wat jij nou? Geef hem maar even terug, een paar zetjes mee. Ik ken het ook zelf zien, kijk, laatste week. Ja, los. Tegen Valencia en Granada gepasseerd. Ik weet niet helemaal meer. Zo, in ieder geval niet. Maar snel. Eindeloos vaak. Bo is niks. Muren. Schop hem dan even met ballen al over de lijn heen, joh. Ja, of je zo van. Ja. Eerst al, de zijlijker. Klaar. Applaus van de tribunes in Eindhoven. Oh, dit kan alleen in Eindhoven dit. Zo'n applaus voor een expert. Dat vind ik echt schitterend. Wacht tot die podium valt en het andere mensen genoeg dit. Ja, ja, ja. Als speler van Bayern München. Arena fluiten ze zeker nog maar aan. Ja, klopt. Ook nooit Komaan, Sava! Hij maakt hem gewoon! Van twee kanten nu. Je zaterdag de stad in, hè? Ik heb zaterdag vrij gezellig. Ja. Gaan we even aan de rol? Helemaal los. Gaan naar de hoeren!
Oh, het gaat nog aan, hè? Dit gaat zo, de volgende dag. Volgende nieuws, hè? Kees Kwakman, geef toe. Ik ga naar de hoek. In het buitenhuis. Ik doe het gewoon. Die ene Volendammer nou uit de chat, die zit nou echt even mee te pennen. Martijn Damma. Lees je wel eens niet van wat? Oh, wat een man. Maar het is wel een beetje telefonie. Schwaap, niks aan de hand. Fidal. Of een nominee van beste voor Fidal, dat is van dat Turkse wijf met David de D. Hoe heet ook weer Fidan? Zit er maar bij. Ja. Godverdomme, nog meer welbespraakte Turk in het land. Steven! Is dat niet gekomen dan? Voor Pereiro? Pereiro? Zo, dit is wel... Goeie bal, terug. Wow! Ja, die zit. Oh, jongen. André Gomes. Moet u niet gewoon aan moeten nemen, nog? André Gomes. Moet u niet gewoon voor Luc de Jong brengen? Ja, misschien wel, maar dat gaat hij nooit doen. Dat is de tweede wissel, komt van halverwege. Met de Jip van Willem zal het weer te maken. Doet hij? Zo'n kopie wel stijgen. Allemaal vanaf. De top 3 aanvoerders worden nooit gewisseld. Klaas ook door, die mag ik toch ook wel een keer af, maar de is er nooit uit. Klaas ook. Geef! Ook goed. Oh, kinder. Waar was de man in voor? Hij zei gewoon die bellen. Nee, die tabellen. Alleen ik weer nou eens een topspeler. Bertie. Is dus heeft hij Bruin niet gezien? Ik dacht, ik weet het niet. Ik vergeet er even niet. Ja, zo. Ik vond het wel leuk dat hij weer alle Belgische woorden van verplaatsing en schrik hebben. Anders kwam weer voorbij. En gaan zijn. Ik weet niet of de trainer er gelukkig mee gaat zijn. De Belgische schitterende daling. Goed al dit? Nee, dat was niet. Edinburgh City, ik hoorde wel alleen. Ja? Van de week, ik was in Charleroi, daar kom je ook al dingen tegen die je hier bijna nooit. Zeg maar dat in de trein krijgen een of andere junk, een vrouw van een jaar of 20, krijgt ruzie met de hangjongen. Omdat hij er een zwerver noemt. En dan begint. En dan begint zij hem een hoerenjong te noemen. En dan kom je nog. Jij noemt mij geen hoerenjong! Nou, zit je dan bij, weet je wel? Heerlijk lekker. Hoort bij de jong? België op zijn mooist. Dit is Bergwijn. Uit de Forfart. Wie? Edinburgh City. Je hebt dat affiche, je hebt East 5 en 4-4. Ja. En iedereen hoopt al jarenlang dat dat 4-5 wordt. Zodat ze dan, dat die man die alles... als ze dan die uitslagen opnemen bij de Final Four, dan moet iemand zeggen... East 5, 4, 4, 4, 5. Doet hij het weer? Net schiet hem ook op de mat. Ja. Wel zuiver. Goed. Dus. 30 meter. Ja, maar er is niks mis mee om een commentaar te zijn die af en toe zijn mond houdt. Lekker ik moet alleen nou, jongen. Maar dan had hij toch meer mee moeten doen. Goeie vrijdag. Hij kwam tot de kop al, Moreno. Zie je. No era Copa. Andrés. Sí. Era para. Sí. Uitstekend. Dat is echt een kans, hoor. Dit is een kans, hoor. Ja, die... Hey, zoeken ze bij de vrijdag op van dan zoeken ze jou altijd op. Kom op. We hebben een paar keer de samenvatting gezout. Ja, goed gekomen. En Lewandowski. Ja. Maar ook gewoon. Aan de van de andere kant. Ja. Jij ziet dan alleen de samenvatting, weet je? Ja, sorry. Nee, maar goed. En dan moeten wij dus tegen MVV. En dan roep gewoon na een half uur. Hebben we dus al een paar corners en vrijdag. En dan na een half uur roept die aanvoerder, die Kuiper.
naar de kant. Wie denkt nou die klankbal? En dan Jack en ik kijken elkaar aan, maar man. Denk, nou weet je, dan zijn wij voetbal echt gewoon met hun niveau. Dat was nou echt jubel. Nee, dat was ongelooflijk. Dat gewoon kan gebeuren. Ja. Weinig mee te doen. Ja. Maar het is toch ongelooflijk. Dat is toch het allermooiste. Maar ik iemand horst. Ik vind het grappig. Maar die kwak, man! Ja, ik weet ook bij jonge Ajax. Die Eiting of zo. Die Eiting, ja, jongens. Ja. Dus die riep op een gegeven moment. En wij hebben ook wel eens die lage vrij trap. Ja, ik hoorde hem roepen. Jongens, let op. We hebben weer varianten. We hebben varianten. Jack die wacht een paar seconden. Toen moet hij zo achter mijn rug om. Jongens, optie 3, let op, ze gaan de optie 3 doen! Hij hapt er gewoon gelijk. Nou, gaat het al stuk. Ja, je zegt. Optie 3. Helemaal taai, denk al. Ja, ook dus. Nee, zo staaf was! Optie 3 staat dus zeg maar niet. Maar hij riep dus ook optie 3, alsof dat was de Ajax speler die hem wist ervan te redden. Oh ja! Dat was niet weten wie jullie in de bosjes hebben gelegen. Dat was ook eigenlijk echt altijd optie 3, jongens. Ze gaan een keer die optie 3 doen. Maar ze hebben eigenlijk 4 varianten. Optie 1, optie 2. Ben op die voor die naar Kiev. Al natuurlijk wel gigant nu weten, als hun dat ook echt zo hadden besproken. Maar jongens, we hebben 4 opties. Ik had het veel leuker als hij had geroepen. Let op jongens, je gaat een dolven binnen met de binnendienst. Daar staat alweer heel diep daar. Dus je moet die zakken wat groter maken, zodat ook lasje landen in één keer. Zo'n mist. Serieus. Junior Marais. Junior. Daar is Laan weer. Kom maar. Daar is Lampie weer. Daar is Schoenman weer. Zo. Komt er wel een voorzet. Oh, en wordt hier naast gestopt door Müller. Oh, mijn waarde. Ik heb altijd bij die Müller, als ik hem op het veld zie, denk ik, jezus, een onsympathieke gozer. En dan zie je weer filmpjes en interviews. Super leuke gast. Vooral met het hoofd. Ja, nee, absoluut. Naast gekocht. Dat is zo. Hey, van Gerben. Ah, ja. En de darter. Maar gewoon spitsen. De kan wel sloopkogel als vlijf. Zo heet hij. Ja. Sloopkogel als vlijf. Zoet! Met een hele jonge vriendin geloof ik. Nee, dat is die andere darter. Nee, deze ook. Dat is die andere darter. Ja, dat is die met die hele jonge vriendin. Nee, dat is die andere darter. Zijn nichtje toch of zo? Ja. Daarom praat hij er ook niet meer tegen. Zijn nichtje? Ja, hij was toch gehandicapt, hè? Nee. Ja, hij was toch gehandicapt en iemand nichtje zijn. Ja, ook wel. Nee, maar hij had toch super veel opheffen. In Turkije zo, nee, geen familie. Ze was verstandelijk beperkt. Ja, maar in Turkije geen familie. Hoe heet die gozer? Jelle Klaassen. Hij lijkt wel een beetje opnieuw. Ja. Ja. Ja, dat klopt gewoon. Ja, dat was een fantastische aanval. Ja, iemand Kees. Klappen. Duitsing! Het was een aanval. Het was een heel fijn. Je hoorde trouwens John van klappen, dat was ik. Waarmee Adama Lewandowski kon bedienen. Shit. Dat hele Klaas stuurt naakfoto's naar een meisje met verstandelijke beperking. 15. Ja, maar dat vind ik makkelijk. Ze komt toch gewoon in Brabant? Ja. Mooi joh. Gewoon een aanvalpopje, kijk dan. Tik. Costa. Dat is meteen de beslissende bal. Deze. Echt mooi eraan. Arias is. De linksback Alaba kwijt. Tik. Hij kijkt naar de bal en niet naar Alaba. Hoeveel zijn er nog? Ik denk dat hij voor. Zijn er nog twee slapen? Helaas, helaas. Je bent best wel gek geworden overmorgen op een 3-20. En je die gewoon een tijdje niet op Twitter kijkt. Als je niet voorbij de spel wil stappen of zo. Ze staan hoog. Ja. Op dat moment loopt hij gewoon. Dat is voordeel van die spit. Ik heb hier een buiten staan natuurlijk. Ik ga toch geen buiten staan. Nee, daarom. Alaba. Is er weer dan? Altijd toch? Wat is die dan? Atleti. Goal Atleti. Ransela weg. En Shevchenko.
mooi gesprek dit hoor. Wordt bijna letterlijk voor de leeuwen gegooid, die Zinchenko. Bijna letterlijk, hè? Want ze staan op het station in Eindhoven. Ja. Waarom? Nee. Heeft het EK gespeeld? Ja. Ja. Oh, sorry! Ja, ja, ja. Ah. Dat kan. Nee, ik moet er dus een optie 3. Vierde goal in de week. Optie 3. Kunt hij hem af? Nou, misschien dat hij dacht dat het Hens was. En dit was optie 3. Hoe die is in de miste was nog knap trouwens. Nee, dat is optie 3. Leg hem terug. Nee, normaal. Die scoort nog nooit. Wie? Gundogan. Dit is 4 goal wat je pas. Of van 3 ook 2. Afgelopen weekend ook 2 hoor. Bij Dok moet op een gegeven moment ook wel iemand scoren. Ja. Moet het niet, het Duitse. Is met elkaar aan de slag, maar klopt het toch vrij aan? Ja, kijk hoe hij deze mist. Ik had vanavond in moeten zetten op diepe score, alles, weet je wel. Ja. Hey, ik heb trouwens wel. Oh, hij wordt aangeraakt. Van dat, de vorige keer had ik hier 30 gespeeld, de eerste Champions League, 30 de tweede. Toen die donderdag Europa League gezet, dan heb ik 3 mei gehad. Maar ik weer 30 gestort. Dat is toch wel lekker die bij Benfica? Ja. Dat is zo die. Maar zal de keeper bij Benfica dat voor een soort? Ik word altijd. Ja, nu heeft teruglopen. Dat overmoedigd. Ja, dat was gewoon nog niet zo. Ja, maar ik heb, inmiddels heb ik wel zeg maar dat ik dan zeg maar alles weer wegspeel tot een vast bedrag. Ja, dus zeg maar als ik 2,37 heb, dan denk ik, ja, oké, ik ga terug naar de 200, zet ik alles in. En dan cash ik gewoon die 200. Ja, precies. Niet heel goed. Oh, ja. Miljoen, nou, boekhouden. Ik heb zo beeldig komen werken hoor, ik ben ook heel goed met cijfers. Als je moest nog iemand zoeken hoor, ik kan niet meer bellen, hè, dat weet ik. Ik zou buiten ergens op janken vinden. Die bal moet wel missen. Dat is zeker. Ik ga Jan even zoeken. We kunnen weer. Hij is weer bezig. Ik val wel mee. Het mooie is, dat is altijd iemand die echt een tyfusdag hebt, weet je wel. Dat is een hele belangrijke positie, want dan zal ze echt het probleem van de voetbal. Ja. Dan wil Bayern. Daar zou nu ook wel willen zijn. Als Bayern 1-0 voor staat. 1-1. Dan zijn Celtic, jongens. Dembele. Ja, het moet een penalty zijn. Ja. Ja, hij heeft het. Ja, penalty. Oh, ik ga James Rees. LVD is dat volgens mij. Telt die regel niet in. Triple punishment. Nee, blijkbaar niet. Even wachten tot hij erin vliegt. Dat weet James natuurlijk wel, maar blijkbaar niet. James is onderweg naar de pub. It's a fucking disgrace if you don't receive that card. Ja, dat kan wel. Ja, dat verstond ik niet. Nee. Die is Leclerc, die Leroy Rogers. Come on, you boys in green. Mooi. Dat is wel wel. Ja, rood, even serieus. Ik vind het geen rood. Het is een red card. Brandon Rogers, onze voordeel was een red card. Jij, dat verrast me. Heb je ook gedacht aan prijswinnaar voor de quiz? Oh ja, dat moeten we ook allemaal gaan doen natuurlijk. Dit is zwart. Ja, James. Ja, verwacht het weer als ik erin. Zo. Oh, als je dingen vindt. Oh ja, moet terug in natuurlijk. Kijk eens eerst. Ja, la 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 la. Ja, dat moet wel. Wat vet man, dat logo op de borst. Oh! Jezus. Let op jongens, Dembele, daar komt ie. Buitje bellen. Stiften. Ik ben één keer. Ik heb gestoord doen en dat stift. Hij maakt het toch geen buitenspel. Prima. Dat schiet toch van binnen ook. Dat is goed, dat schiet. Steen ons hand uit, vind je dat een keer, maar dat is een tap. Ja, get it, kid. Nou, boom! Lekker in de game. Boom! Nou, we shoot, push it through. Arias. Keeper. Hens. Ja. Yeah. Oh. Mana. Hij had wel zijn handen naast zijn lichaam, maar ik heb het niet. Ja, dat is geen Das ist Handspiel doch, ja! Wie?
wellicht het debuut gezien. Maar hij is zelf na natuurlijk met een jongen. Hoe moet ik dat aan? Wat wil je hebben dan? De tweet waar het natuurlijk staat, of een foto, of alle twee? Of... Ja. De schroom. Of de foto, ja. Kijk, dit is wel leuk. Goed verhaal erbij. Kies een jaar. Kom, is het Jim? Wie dat? Virgil. Wat wil? Maar hij zijn toch niet vast dan voor de auto aan. Ja! Verdomme! Jezus, kijk. Geen hens. Nee. Dus even kijken, zo dit pakken. Net een stap te kort. Dat was niet erg, maar dat was wel vrij wel. Hetzelfde gevoel, hè? Oké, dus heb je ook dat dit zo doen. Wel, die gaan rood. En rood voor Julian Koch. Kijk, wacht even. Hoe wil je hem hebben? Ja, tot aan zijn. Wat komt nu zo voor dat al? En dat uur moet je ook rekening houden, bedenken. Dat is Europa niet meer voor het spel staat. Dan komt hij binnen. PSV, en dan nog, wat nog meer? Ja, dan kan je zien, ik heb die... Wat is dan? Wat vond heb ik? Die komen er wel naar Eindhoven. Daar is een broesjebaard van thuis. Hij zit al in de chat. Maar dan is het gelijkspel niet meer. Is het gelijkspel nog? Ik was hier het lijstje over. Kijk dan die Suarez, die krijgt gewoon een vrij trap mee. Als je een Nederlandse ploeg mee dichterbij geweest. Tjoe, de tering, wat een goal man. Moet je kijken, hij laat zich gewoon vallen. Kijk dan. Suarez, kijk. Hij zoekt er wel niet, ja. Hè? Nee, je valt wel mee. Maar dit kan nog wel wezen, met de knieën zo. Ja. Let op de knie. Zo! Ik speel een quiz met u, lieve luisteraar. Vieze hoeren, jong. Ja, dat betekent dus toch zoiets. Zo goed, de zoon van een hoer. Ik word net gecorrigeerd. Joshua komt hier. Ligt dus, anders? Ik ben er al lang over reden, want dat is dit. Ja, mensen, u zit hier. Waarom zou je dat u zit hier goed bij je zieke. Ik ga maar tussen. We zitten hier goed bij Zico, wij vertellen gewoon ons. Wij draaien er niet omheen. Dat zit ik nog voor het gedicht. Luister. Jij hebt zo'n dikke haartjes nog met zeg maar, de stand in de pool. Mensen, bij Zico draaien we er niet omheen. Hoe is het? Hoe smaakt poeltje met stand met poeltje? Oké, dus dat komt wel door. Ja. Oh! Oh! Weer een lot. Wat een actie. Mag dit nou? Dit is volgens mij niemand door. Dit is een paal en lat in één actie.
Zeg jij op het oortje bij Het is dat tellen voor twee. Het oortje van Van Vliet. Van Vliet. Eerst met het hoofd, paal en lat geraakt. En nu met dit schot. Oh nee, bij deze stand is iedereen op Arsenal en Paris door. Renato Sanchez. Lekker, dit ook. Hij is niet eens in de buurt. Chapeau, doe maar een beetje drinken aan, weet hij? Aan James daarna, want dat zit in de pool bij City Bayern, weet je. Oh, okay. Dus James gelijk na, na City Bayern. Die is zo mooi. Die is zo mooi. Die anders. En dat vind ik ook mooi dat er eigenlijk een vijf moet zijn. Dus ja, zonder iets gewoon lekker wel. Dank je. Ja, Harry bedankt. Dat is een mooie gebaar. Yes, je moet er ook. Je moet er ook. Mooi. Zinchenko, Bergwijn. Dat is Christophe met de kwartstof. Ja, dat is een slechte bal. Allemaal slechte ballen. Prupper nog een keer. Tuurlijk. Man, dat open is. Dan hebben we drie schijfers. Ja. Even kijken. Ja, Johan, Christophe en Zinchenko. Als je alle kansen en al het aluminium meetelt, is de overwinning van Bayern absoluut verdiend. Jo, anders niet hoor. Alle kansen van Bayern wegdekt, dat is het. Met een goede laatste bal iemand bij de keeper had kunnen krijgen. Is toch zeker nog wel hard. Verzin ik. En dan kan ik hier weer. Het is een aantal keren zag ik er ook gewoon echt zonder overtuiging, zonder lef. Beetje angstig snel gespeelde ballen dan. Het concept was gekozen natuurlijk om de schade vooral te beperken met die andere verdedigers en een verdediger. Als je maar wel 1 meter staat, toch? Zeg jij? 1 meter maakt je wel. Na 90 minuten is dat een vraag geweest. Ik dacht, want er wordt een doodtrap. Ja. Niet met van die grote cijfers. Maar gaan die nog wel rol spelen? Ik denk dat PSV nog wel laat op de C2. Maar goed. Nou, denk je dat hij nu ook wel opruimt? Achteraf geleuten. In de zin dat ik denk Steven in de beschouwing, hè? Nee, maar het is wel dat je zelf bent gedaan. Ik heb het gelijk dat Roos nog een 3-2 al. Ai, 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 ai. De. Lauro Jones. Ja, hoe vraag je hoe het met je toto gaat? Goed. Leuk dat hij lekker heeft getrekt. En dat heeft niet echt gewerkt. Kaltje Arsenal. Nou ja. Is het. Is het. Kwam een voorsprong via een onterechte goal. Is hij zo offside? Oh, een ziel. Kijk. Naar de inschot. Oh, jezus. Maar we gaan het door. Oh, dat is niet goed. Tjoep! Ik denk toch dat hij nerveus wordt, hè, bij zo'n 2. Ja, hij wordt nog zenuwachtig zo ook. Maar het is wel overschieten, hè. Nou, nog een keer. Nog een keer die keeper kan. Ja, dat die keeper in je rug staat, hè. Hier is hij. Nog een zo'n goal. Ekkie. Sanchez. Ja. Lopen. Met jou gemaakt. Coleman. Pak het niet op. Ja. Breu. Lang geleden dat ik het weer zeg, hoor. Wat is dat? Lito, de Wittwix. Of ja. Pierre. 7 uur geschot van de Mario Mitchell. 2-7. En 1 gehad. Lekker te rippen hoor hier. Ja, ik doe een versje vandaag. Costa, is er nu... Hashtag jij alweer? Nee, ik doe even hashtag en spuit. Weet je wat jij moet doen? Nee, doe ik gewoon voor jullie. Je
Je hebt je onze jongen in zelfs.
zeker wel. De 7 wedstrijden van de Champions League, wat zeg ik, de 8 wedstrijden van de Champions League zitten erop. Het is iets over 10:30. Nog steeds zitten naast mij Pieter Zwart en Kees Kwakman. Allereerst lekker avondje. Ja, ik denk dat het hartstikke leuk was. Ja. Ja, we hoopten in de rust nog op een goed resultaat in Eindhoven. Dat is helaas niet van gekomen. Nee, ja. PSV had het al moeilijk. En op een gegeven moment schakelt Bayern door dubbele wissel. Schakelen ze naar een systeem met 4 spitsen. Dat was iets te veel, hè? Ja, toen kwamen die 2 backs er ook nog eens een keertje overheen. En daar komt het ook uiteindelijk zo'n goal uit. Dat Costa, die staat al aan de linkerkant. Dan komt Alaba er nog bij. En een fantastische bal natuurlijk. Ja. En dan vliegt hij binnen en dan is het eigenlijk daarna gewoon gespeeld. Dan spelen ze gewoon een bal bezit uit. Kees, een doelpunt uit het boekje. Ja. Ja, toch? Klopt. Ja, overlap van de bek aan de binnenkant dan. En spits eerste paal, die in buitenspelpositie... Dat is interessant wat je zei. Dacht, ja. Waarom? Wat doet de spits daar? Nou, wij zeiden inderdaad Van Nistelrooy bijvoorbeeld, deed dat altijd vaak. Die gaat dan gewoon in buitenspelpositie staan. Je zit aan het bord te kijken, wil je het voordoen? Nee, helemaal niet. Nee, maar of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, de verdediging sluit aan. Moreno in dit geval, om eventueel de buitenspelval te openen. Ja. En de spits kan gewoon blijven staan. Want die profiteert dan later van die situatie dat hij buitenspel stond. Maar hij deed natuurlijk niet mee in eerste instantie. Dus daardoor is Moreno ook te laat. Je zegt Van Nistelrooy deed het ook in het verleden. Waarom doen niet eigenlijk veel meer spitsen dit? Ja, weet ik eigenlijk niet. Omdat ze toch vaak mee willen blijven doen in het spel. Aanspeelbaar willen zijn. Dat doet Lewandowski eigenlijk ook altijd wel heel vaak. Ja. Die zie je heel vaak in de 16 nog aanspeelbaar proberen te zijn. Bij Robben heel vaak. Maar ja, nu deed hij het eigenlijk niet. En dan denkt hij, ik blijf hier wel staan. Dan hoop ik dat ze aan de zijkant de kwaliteit hebben om er langs te gaan. Nou, dat hebben ze natuurlijk bij Bayern. Ja, en dan staat hij op de goede plek. En dan had hij wat mazzel in met de afwerking waar hij eerder wat pech had. Hè? Ja, en later ook wat pech had. Ja, een fantastische actie, wat eigenlijk een doelpunt had moeten zijn. Had de 1-3 kunnen en moeten zijn. Het enige vervelende naast de nederlaag is dat het resultaat in Madrid... voor mij is het nu... Ik hoor nu 2-1 voor Atletico. Dat is helemaal niet vervelend. Uitstekende avond voor PSV. Ja. Het is Antoine Griezmann die de winnende maakt voor Atletico Madrid. Dus dan is er eigenlijk niks aan de hand. Nee, dat is een meevaller. Ja, en nu kun je thuis nog steeds 0-0 spelen. In theorie tegen Gostov. En dan, of 1-1. Ja. Of 1-1 en dan ben je alsnog gewoon door. Dus, door in de Europa League. Ja, ik denk dat er wat bloemetjes naar Griezmann kunnen vanuit Eindhoven. Ja, als we dan kijken tussen het verschil tussen week 3 en week 4 in de Champions League voor PSV tegen Bayern München. Logischerwijs veel beter gevoel aan dit duel overgehouden. Maar met de wijsheid die je nu hebt, had je dit niet ook zo in München moeten spelen, Kees? Ja, maar dat niet uitgemaakt. Nee? Nee. Als je ziet nu hoe meer moeite Bayern had met dit PSV. Jawel, maar ik denk dat het uiteindelijk... Misschien had het qua kansen wel wat uitgemaakt. Maar ook vandaag zie je dat Bayern... Ik bedoel, ze raken 2 keer de lat, 2 keer de paal. Geeft PSV ook wat kansen weg. En met name aan de bal. Want het is natuurlijk... Je hebt het vaak zonder bal, hoe staat het? Maar aan de bal ook. Je komt er zo niet aan te pas... En je moet zoveel achter de bal aanlopen... dat met name als je de bal dan hebt... dan doe je vaak je blaasje. Dan denk je, nou hebben we de bal veroverd. Maar dan begint het eigenlijk ook pas. Want dan moet jij vrij gaan lopen. En ja, het is zo herkenbaar, die wedstrijden... waarin je... Ja, en je ziet ook dat PSV... Niet, ik denk dat ze niet in de 16 zijn geweest, de tweede helft. Nee. Ja, dat zegt eigenlijk alles. Dus je wordt zo ver teruggedrongen in... er wordt zoveel van je gevraagd zonder bal... Ja, dat je met name als je aan de bal bent... dan verlies je hem gewoon eigenlijk gelijk weer. Naar tactisch gedeelte kijkend... dan heeft dit wel iets beter uitgepakt, hè? Ja, in ieder geval, je hebt een wedstrijd... waarin uiteindelijk over het geheel iets minder kansen zijn. En dan kun je misschien een keertje het geluk hebben... zeg maar, dat je zo'n wedstrijd eruit sleept met een gelijkspelletje. Maar ja, wat Kees ook zegt, weet je... in principe, het verschil is zo groot... dat je kunt je zelfs wel gaan aanpassen... maar dan nog in de meeste gevallen zul je er uiteindelijk... ook alsnog weer vanaf gaan. Dus, Wie kon van PSV-kant eigenlijk mee in dit duel, vond je, Kees? Ja, nou, ik vond dat Ramselaar het op het begin goed deed. Daarna hebben ze eigenlijk bijna de bal niet meer gehad. Nee. Ja, 27% balbezit horen wij in ons oortje. Oh, jij hebt tegenwoordig ook een oortje, Kees. Lekker. Ja, precies. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Dus het was met name tegenhouden. En ik vond dat ze het achterin niet eens zo heel slecht deden. Hoor, maar... Nee, het is laagste ooit in de Champions League. Laagste PSV ooit? PSV waarschijnlijk. Jij kent ploegen die nog minder hebben gehad?
Ja, in algemene zin ongetwijfeld. Ja. Het gebeurt wel eens dat de ploeg minder dan 27% balbezit heeft. Ja. Al die ploegen die naar Barcelona komen en daar even de bus gaan parkeren, die hebben denk ik ook wel eens minder dan 27 gehad. Maar ik denk dat voor PSV dat het laagste ooit is. Ja. PSV dus eigenlijk niks veranderd eigenlijk naar deze Champions League is over. Maar dat hadden we eigenlijk al naar speelronde 1 geconstateerd. Hè? Dat als je verliest van Atletico, dan is dat... En niet winnen in Rostov. Dat was natuurlijk ook wel... als je daar nog had gewonnen, dan had je nog in theorie een kansje gehad. Ja. Ja, maar als je die ook niet wint, dan raak je zo ver achterop. Ja, dat is gewoon lastig. Ja, Atletico dan, daar, wat je zegt, de bloemen kunnen daarheen. Gaan we het hebben over de andere pool? Nou, natuurlijk eigenlijk over de wedstrijd vanavond. Manchester City tegen Barcelona. Waar wij eigenlijk voor dus over hadden, dat Barcelona 1-0 voorkwam. Waar het wachten op de 2-0, werd het 1-1. He, jij legt het keurig uit met je debuut bij het bord. Dan na rust, eigenlijk één ploeg gezien die heeft gevoetbald. En die verdient heeft gewonnen, Manchester City, Pieter. Ja, heel knap. Maar het is de vierde keer, denk ik, dat Pep het probeert tegen Barcelona. En het is nu, heeft hij het eindelijk voor elkaar gekregen. En tweede helft iets hoger druk gezet. Iets meer met de Bruyne naast Aguero in plaats van erachter. En op die manier kregen ze eigenlijk voor elkaar dat Barcelona op een gegeven moment steeds minder aan voetballen toekwam. Steeds minder er echt doorheen kwam. En zelf op de omschakeling eigenlijk, als Barcelona hem soms verspeelde, dan kwamen ze er razendsnel uit. En echt een hele knappe zege. Want ik denk dat het uiteindelijk ook over de hele wedstrijd gezien niet onverdiend was. Hoewel Barça ook goede kans gaat nog op de 2-2. Ja. Als je zo speelt tegen Barcelona, dan chapeau. Laten we het even over die 2-1 van Kevin de Bruyne, vrijtrap. Voor mij had je een flashback naar afgelopen vrijdag. En wat keepers heel vaak doen, ik zag het bij MVV tegen FC Volendam. Keeper, jullie kregen ook een vrijtrap tegen. Keeper die het dan toch één stapje naar binnen zet. En dan ben je geslagen, hè, als keeper. Ja, ook onze keeper... Hobby Vulst. Jij zei al van... omdat het muurtje... City maakt ook een muurtje, waardoor hij... Pieter zei het, geloof ik... waardoor Ter Stegen die bal niet ziet. En dat was bij ons ook het geval afgelopen vrijdag. Iemand sprong uit de muur, waardoor Verhulst de bal niet zag. En dan hebben ze toch de neiging om dat stapje achter de muur te zetten. En ook Ter Stegen deed het. Even een stapje de andere kant op. Ja, en dan ben je gewoon helemaal uit balans. Ja, dat zullen ze ook dit jaar eerder doen tegen FK Rostov. En dan kan je zelfs deze bal, die niet eens heel goed was, niet helemaal in de hoek was, kan je dan gewoon niet meer hebben, omdat die dan zo hard is. Maar we zagen wel in de herhaling achter het doel dat hij niet helemaal in de hoek was. En dat normaal Ter Stegen die bal toch gewoon moet hebben. Maar dat is ook het nut uiteindelijk van die muurtjes die ernaast zetten. Nikos Overeel heeft dat natuurlijk, collega van Catenaccio, dat gedaan voor Brentford Midtjylland. Standaard situatie. Dit was een van de varianten die zij all the time ongeveer toepaste. Dat je er een muurtje naast zet en dat je dat vervolgens gebruikt om of het zicht van de keeper te blokkeren. Of om vervolgens een gat ertussen te maken waar hij hem dan doorheen schiet. Ja, en dat soort dingen. Dat kan dan net in zo'n wedstrijd het verschil maken dat je dan op die 2-1 komt. En dan vervolgens net wel lekkerder ook weer gaat voetballen. En... dit zijn eigenlijk basistactieken. Eigenlijk moet je dit misschien als Barcelona niet toestaan dat City daar... Want ze stonden daar geloof ik met vier man of zo. Ja. Dat je vier man naast die muur laat staan. Want wat moet je dan doen? Misschien moet je zelf daar mensen neergezet of moet je op een of andere manier... Maar dan sta je met acht man. Ja, of in ieder geval, je moet erover nadenken van... Interessant, Kees, wat zou jij doen? Nou, lastig. Of je moet er zelf misschien mensen uit de muur halen. Zodat hun, want hun zullen de muur dan weer op moeten schuiven. Ja, het is een beetje een psychologisch spelletje wat je moet doen. Lastig, zeker als de bal wat verder... Goed wat Pieter zegt, want het is iets wat heel vaak gebeurt nu tegenwoordig. Dus moet je eigenlijk ook op inspelen. Ja, Manchester United heeft destijds gejat van Midtjylland. Van Gaal die speelde toen tegen Midtjylland. Ze verloren met 1-0 toen in Denemarken. Toen heeft hij de volgende wedstrijd, heeft hij direct in de beker, heeft hij dat muurtje ernaast gezet en ze scoorde. Toen zei hij, heb ik gejat van Midtjylland. Ja, heel mooi. Maar goed, deze vrije trap gaat dan in. Het meest opvallende is dat Manchester City gewoon Barcelona de baas was. Maar we hadden het voor de wedstrijd aan, voor mij gaf jij dat aan, Kees. Barcelona miste gewoon een paar key players. En dan zie je toch dat Barcelona met en zonder bijvoorbeeld Iniesta, centraal achterin, Piqué, Jordi Alba, gewoon dat scheelt als slok op een borrel. Ja, dat blijkt. Ik denk vooral ook Iniesta dat het wel echt heel belangrijk is. Piqué natuurlijk ook. Die heeft ook een aantal wedstrijden gehad dat Barça het lastig had en dat hij dan een bepaalde doelpunt ineens maakt. Dat is wel een situatie, Dus...
Ja, dat heeft ze dan misschien toch uiteindelijk... En City, Barcelona wil natuurlijk ook voetballen. City die treft natuurlijk heel vaak elftallen die in gaan zakken met z'n allen. Nu helemaal, nu Guardiola daar trainer is. En nu treffen ze ook een ploeg die wil voetballen. En wat Pieter net al zei, ze kwamen er ook een paar keer in de counter gevaarlijk uit. Ja, dus het was een hele levendige open wedstrijd met twee teams die wilden voetballen. En City heeft natuurlijk ook de snelheid voorin om dan op de counter het nog uit te spelen. Mooi. Ja, absoluut. Dan die andere wedstrijd in de pool. Vooraf, ja, wij met z'n drie eigenlijk heel simpel een eentje ingevuld. Borussia Mönchengladbach tegen Celtic. Niks aan de hand. Duitsers stonden 1-0 voor. En toen gebeurde er toch zoiets raars. Het was een bal op Dembele. Celtic spits. Ja, die werd gehinderd. Nou, dat is dan een overtreding, wat al niet heel slim is. Maar de verdediger kreeg ook nog eens rood. Ja, dat kantelde die wedstrijd heel goed. Want Dembele maakte 1-1 vervolgens. En vervolgens kreeg Celtic, wat was het? 3 minuten voor tijd? Ja, enorme kansen. Op de 1-2. Dus hoe snel het kan kantelen? Misschien onderschatting van de Duitsers? Ja, misschien, alhoewel ze in de Bundesliga niet erg lekker draaien. Het is wel een favoriet team van Pieter, hè? Ja, dus ja. Ze staan ook 11e, geloof ik. En ja, ze draaien niet heel goed in de Bundesliga. Ja, we hebben weinig van die wedstrijd gezien, alleen de hoogtepunten. Dat is ook een beetje in de Bundesliga, weet je wel. Dat zie je wel vaker bij teams in de Bundesliga. Wolfsburg bijvoorbeeld vorig seizoen, dan spelen die ineens Champions League. En dan moeten die eigenlijk 2 keer in de week aan de bak. En de Bundesliga ligt zo dicht bij elkaar, die ploegen tussen daar, zeg maar, tussen 3 en... zeg 14, 15, Grammat. Ligt zo dicht bij elkaar dan zo'n Gladbach, ja. Weet je, als jij midweeks tegen Barça hebt gespeeld, dat gaat denk ik toch wel in die beetje zitten als je dan zaterdag weer aan de bak moet in Duitsland. Maar ze laten een gouden mogelijkheid liggen om echt mee te doen om die tweede plek. Ja, en ook omdat City nu gewonnen heeft. Ze zijn bijna al nu klaar. Terwijl maar anders, kunnen we even naar de stand kijken in deze pool? Ja, kijk, het gat tussen Manchester City en Borussia Mönchengladbach is 3 punten. Had eigenlijk 1 punt moeten zijn. En dan had je er nog op speeldag 5. Hè, dan moet City daar natuurlijk... Als je ervan uit was gegaan dat Barcelona deze wedstrijd had gewonnen... of dat het gelijk was geworden... dan was Gladbach met de voorsprong naar die thuiswedstrijd gegaan. Ja, maar nu is het eigenlijk gebeurd. Want er was 4-0 bij Man City tegen Gladbach. En het gaat op onder resultaat. Dus, en de laatste wedstrijd speelt City thuis tegen Celtic. Nou, normaal gesproken zul je ook verwachten dat ze die winnen. Dus... Ja, we onderschatten Boys in Green niet. Nee. Dat lijkt me weer. Alhoewel ze dat zelf... Zelf wel hebben graag. Ja. En het is toch... Kijk, heel vaak boeit het ook niet dat je geen beelden kan laten zien. Maar als je 1 keer een momentje had kunnen laten zien... was het toch wel de 3-2 van Arsenal tegen Ludogorets. Mensen, als jullie snappen als geen ander hoe het internet werkt... Google even dat doelpunt. Zoek het op Twitter. Want even serieus, hé. Dat was toch niet normaal? Ja, het was genieten. Het was gewoon alsof je in het park... Beschrijf hem voor de mensen die hem nog niet gezien hebben. Er was een hoge bal. Een dieptebal, ja. En de keeper kwam uit. Dus daar lopte hij hem eerst al... daar wipte hij hem eigenlijk overheen. En toen kwamen er nog 2 verdedigers van de andere kant... met al hun kracht en in hun uiterste krachtspanning wilde ze dat schot nog blokken. Maar en nam hem nog een keer mee, nog 2 keer. Ja. Het kon niet meer het lege doel schrijven. Ja, genieten. Ja, Özil is sowieso in topvorm dit seizoen. Dus dat is genieten. Dat zo'n, want Van der Gijp heeft het altijd over hem. Hè, dat hij altijd, en dat heeft hij ook laten zien. Maar hij had af en toe, dan lijkt hij een beetje afwezig soms. Maar dit seizoen lijkt hij echt wel weer die echte topvorm te pakken. En is het dan ook zoiets, weet je, als je zegt hij is in topvorm. Maar dat hij nu ook op zo'n moment het laat zien. Het is voor mij, 6-7 minuten voor tijd. 2-2, je kan hem ook gewoon met je binnenkant binnenschieten. Maar hij maakt hem eigenlijk niet uit wat de tussenstand is. En dan maakt hem zo af. Ja, maar hij heeft sowieso een beetje een handje van... of een patent op mooie goals. Ja. En, dus het is niet helemaal verrassend dat hij het zo doet natuurlijk. Een beetje speels ook nog. Jij wel eens gedaan? Zo? Nog eens extra kappen? Nee, niet helemaal zo. Wel, mijn eerste goal in de Eredivisie was ook een soort van solootje. Met iemand op de doellijn nog... Weet hoe het internet werkt? Die gaan hem opzoeken. Die moet je opzoeken, mensen. Wie tegen wie was het? Tegen Roda uit. Met? Met NAC. Met NAC, oké. Okay. Ja. Mensen die hem vindt, doe hem even op Twitter. @ afkicken. Dit was even iets mooier, hoor. Ja, van Özil. Oké. Okay. We gaan even naar Christophe. Christophe Terreur, die was de hele avond in Manchester. Christophe, goedenavond. Goedenavond. Voor mij heb jij een van de mooiste voetbalavonden van dit jaar meegemaakt in levende lijven. Vooral de tweede helft was fantastisch. De eerste helft, soms was het nog niet top, maar de tweede helft was geweldig. Ging lekker op en neer. Ja, wat maakte... je zei vooraf... Ja, toen zei het heel stil. De sfeer is een beetje dood in het stadion, in het Etihad Stadium in Manchester. Ik neem aan dat het tijdens de wedstrijd wel goed losging, of niet?
Wel, vooral na de beslissende treffer van Kevin De Bruyne, allee, de 2-1 van De Bruyne, ontplofte het stadion echt. Als het goed gaat, gaat het publiek er hier echt vol achter staan. Het was, ja, nadien was het 1-1 City, mooie staande ovatie ook voor De Bruyne. Geweldige sfeer na de match, ja, nu is iedereen weg, maar... Er werd luid meegekeeld met Oasis ook na de wedstrijd. Ja, dat is altijd een goed teken als Oasis gedraaid wordt. Je zit dan op een perstribune, Christophe, met veel Spaanse journalisten. Hoe hebben zij dit ervaren? Wel, ik zat ver genoeg van de Spaanse armada. Ik zat tussen al de Amerikanen, Bulgaren en Italianen. Dus ik heb de Spaanse armada, ik heb de teleurstelling daar niet gezien. Maar Spaanse journalisten kennende gaat er toch serieus gevloekt worden. Want die zijn redelijk fanatiek. Ja. En daar zijn, dus, daar zijn de journalisten soms echt niet neutraal. Die jagen soms mee als het hun ploeg scoort. En dat zie je bij Belgen of Nederlanders zelden gebeuren. Die zijn redelijk meer tegen hun ploeg en redelijk kritisch in tegenstelling tot de Spanjaarden. Ja, heel duidelijk. Christophe, tot slot, voor wie was jou de man van de wedstrijd? Wel, ik twijfel tussen Gundogan, die een heel sterke match speelde, en De Bruyne, maar ik ga een beetje chauvinistisch zijn. Ik ga voor De Bruyne kiezen. Ja, we zagen hem heel opgelucht. Intens juichen na die goal. Maar hoe wij hem hier bekeken, was het voornamelijk een keepersfout. Hoe zag jij het daar? Wel ja, op het eerste moment zeg je verwoestende knal, maar Ter Stegen zit een... op het laatste moment een stap naar de verkeerde kant. Dus ik denk, als de keeper blijft staan, dan moet hij die altijd hebben. Maar ja, keepers hebben soms van die ingevingen. En ik vind Ter Stegen nu echt niet de meest geweldige keeper. Ook niet heel goed met de voeten, maar zit soms toch durft hij nog eens in de fout gaan. Dus, en dit was een dure fout eigenlijk. Het is een inschattingsfout, het is geen blunder. Het is wel een dure inschattingsfout. Absoluut, absoluut dure inschattingsfout voor Barcelona. Dankjewel voor je tijd, Christophe. Waar zie je de komende dagen? Wel, ik ga morgen naar een andere Champions League wedstrijd, naar Tottenham Leverkusen. Dus. Nou, goed om te weten. Laten we even contact houden of we morgen je weer een uitzending hebben, Christophe. Ja, oké. Okay, fijne avond. Oké, okay, ciao. Mooi ook, hè? Dat hij zei, oh, het kwam uiteindelijk wel weer los. Het lijkt me fantastisch zo'n wedstrijd levende lijven bij te wonen. We hadden net al even de tussenstand. Hier zien we hem nog een keer. Ja, volgende speelronde. Ja, daar gaat het eigenlijk om. De laatste kans van Borussia Mönchengladbach om iets te doen voor die tweede plek. Dan komen ze gelijk, mochten ze winnen. Maar is het onderling resultaat... Dan moeten ze ook nog in Barcelona een resultaat halen om kortom een kans te maken. Ja, vrijwel ja, kansloos. Laten we doorgaan naar de volgende pools. Ja, Ludo Goretz tegen Arsenal. We hadden het net al over. Over een paar minuten voor tijd Özil. Fabelachtig doelpunt die de 2-3 maakte. En FC Basel Paris Saint-Germain leek op een 1-1 af te stevenen. En toen was het in de dying seconds toch Paris Saint-Germain dat wist te winnen met 2-1. Hier de stand. Arsenal en Paris Saint-Germain zijn door. Ja, dus het gaat eigenlijk nog om plek nummer 3. Maar dat vrezen voor Basel nu de concurrentie dat ze niet meer door gaan komen. Nee, dat durven wij hier wel uit te spreken. Dat is een zeer gedurfde uitspraak. Piet Zwart, zo ken ik je helemaal niet. Maar dit is wel, ik schrijf hem even op. Maar goed, dit wordt ook op speeldag 5 beslist. En zo Basel Ludogorets wie in de Europa League terechtkomt. En wellicht Nederlandse ploegen tegenkomt. Manchester United in Bulgari weer. Ja, waar moet je nou eigenlijk niet op hopen als Nederlandse ploeg? Wie er doorgaat? Nou, ik denk dat je minder graag naar Ludogorets gaat dan naar Basel. Ja? Ja, dat idee heb ik. Pieter? Ja, nou ik denk die twee ploegen kennende of ook voor een deel niet kennende met Ludogorets. Maar ik denk dat je eigenlijk liever Ludogorets hebt kijken in Bulgarije. Ze hebben toen natuurlijk ook al gezien dat die wedstrijden nog wel redelijk spannend waren in Bulgarije. Maar zodra ze eigenlijk over de grens gaan, dan werden ze ook wel echt weggevaagd, zeg maar. Dus als je daar naartoe moet, heb ik dan inderdaad. Ja, dat is inderdaad waarschijnlijk... Ik weet niet of je daar zo vrolijk van wordt. Nee. En dan moet je het inderdaad echt thuis gaan afmaken. Maar ja, dat dachten we van Rostov ook en zo. Dat we dat wel even... Inderdaad, misschien. Ja. Dat is ook nog wel een verschil. Je hebt dan wel vaak dat je die ploegen ziet hier thuis. En dan denk je, nou, die kennen er helemaal geen hout van. En dan daar is het toch even andere kan bij Rostov Ajax is waarschijnlijk de meest onwaarschijnlijke wedstrijd die we ooit hebben gezien. Ja. Maar goed, dan gaan we door naar de allerlaatste pool. En dat is toch een spannende pool, jongens. Oh. Want eerder op de dag was het Besiktas die gelijk speelde thuis tegen Napoli. Dat werd 1-1. Ja, en vanavond won Benfica met 1-0 van Dynamo Kiev. Dynamo Kiev kreeg nog een kans om te gelijkmaken. Penalty, die misten ze. Ja, dit wordt echt nog spannend. Ja.
En we hebben de volgende speelronde, is het al Beşiktaş Benfica. En dan moet Napoli eigenlijk zich kwalificeren, want als ze dan winnen zijn er. Ja. Ja. En dan is het, de laatste speeldag is best leuk. Benfica, Napoli, misschien om de winst. Dus eigenlijk wordt het eigenlijk de volgende ronde eigenlijk al beslist. Met Beşiktaş Benfica. Wie denk je dat er doorgaat? Eerste twee, Kees? Ja, Napoli, die hebben volgende week, die winnen volgende week, denk ik. Of tegen Kiev. Maar ik zou het niet weten. Dit is heel spannend. Nou, dat is heel goed gezegd. Ik zou het niet weten, ja. Ik kan nu wel heel stoer doen dat ik het weet, maar ik weet het niet. Napoli. Als je de volgende keer bent, dan verwacht ik een uitgebreide analyse van je. Wie denk je dat jij dat... Normaal gesproken zou je nog steeds inzetten op Benfica en Napoli. Alleen Beşiktaş heeft er nu toe wel echt een beetje verrast in die pool. En hebben een paar hele knappe resultaten neergezet. En die hebben blijkbaar met bijvoorbeeld zo'n Quaresma, maar toch ook de kwaliteit om iedere keer uit het niets een doelpunt te maken waarvan je denkt, hoe is de vrede nou mogelijk? Ja. Dus ja, die zullen wel in ieder geval nog een heel eind kunnen komen. Heel goed, nou dat gaan we de volgende ronde meemaken, speelronde 5. Mag ik jullie allebei feliciteren trouwens? Nou, bij mij. Allebei 1, goed? Dat is niet best. Toch, ik heb het toch even snel gedaan. Gladbach hebben we allemaal fout. Kees, je had een gelijk spelletje. We hadden Barcelona. Ik zat in ieder geval nog een beetje in de buurt. Maar zo zie je weer hoe voorspelbaar die Champions League eigenlijk is. Ja, ongelooflijk. Je kunt het allemaal invullen van tevoren. Wietse van de Goal, eat your heart out, jongen. Jij hebt helemaal gelijk gekregen aan het begin van het seizoen met de tweet dat het zo onvoorspelbaar is dat zelfs de voetbalkenners Kees Kwakman en Pieter Zwart het niet goed kunnen voorspellen. Maar 1-3, prima start van dit onderdeel, toch? Dat is heel slecht. Ja. Jij hebt trouwens wel heel goed gedaan met de quiz. Want voor mij heb jij een goede hint gegeven. De vraag is, wat was de laatste Nederlandse club die in eigen huis een Europees duel verloor van Bayern München? Toen zei jij... FC Twente. En ik ben benieuwd of dat ook het antwoord werd. In welk jaar? Oh, je ziet het al staan. In 1993, heel goed Pieter. Ik weet niet of het door Pieter kwam, maar er is een winnaar. En dat is Björn Tuin. Kijk... Oh, dit is erbij. Dat vind ik wel. Het oude Diekman Stadion. Björn, van harte gefeliciteerd. Jij wint het boek De Kist over Simon Kistenmaker van Jurie van den Buske. Jouw prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op. Stuur even een DM naar FC Afkikken met je adresgegevens. En dan gaat Lars het helemaal voor je regelen. Dan komt hij zo snel mogelijk jouw kant op. Tot slot even alle uitslagen. Dan zit er alweer op. Nou, in ieder geval genoeg doelpunten. Wel close games allemaal. Eigenlijk de enige Manchester City-Barcelona was al een kwartier voor tijd beslist. Ja. Voor de rest allemaal één doelpuntje verschil. Ik vraag me al de hele avond af waarom een sterretje achter Napoli staat. Maar dat is waarschijnlijk omdat die wedstrijd eerder begon. Nou. Heb je het om 10:55 toch nog even uitgedokterd, Pieter? Heerlijk dat je je eigen vraag ook weet. Goed, supergoed. Pieter, dankjewel voor je komst. Ja. Tot speelronde 5 zou ik zeggen. Ja. Komt er nog wat aan binnenkort bij Catenaccio waar we absoluut... zeker rekening mee moeten gaan houden. We hebben vandaag een stuk gehad over Frank de Boer en Inter van Willem Haak. Waarom dat eigenlijk gedoemd was om te mislukken. Dus ik zou zeggen, koop het in Blendel. Koop het in Blendel. Ja. Oh, commerciële jongen aan het woord. Koop het in Blendel. Catenaccio, stuk van Willem Haak over de bakel van Frank de Boer bij Inter, zoiets. Ja, daar komt het een beetje op neer. Okay. Ja. Heel goed, dankjewel Pieter. Kees, dankjewel. Graag gedaan. Komend weekend, wie staat er op het programma voor jullie? Wij moeten vrijdag uit naar Cambuur. Cambuur? Oeh, die hebben het weer op de rit, toch? Ja, die verloren bij Eindhoven uit. Oké. Dus, blijft... En in bloedvorm, hè, Kees Kwakman? Ja, het gaat lekker. Zo hoor ik wel eens... Ja, ik ben hartstikke fit, dat is het allerbelangrijkste. Dus dat moet even zo blijven en dan hobbel ik wel mee. En je kan nog Europa in en nog naar de Eredivisie. Nee, ik kan nog alle kanten op. Ongelooflijk. Nou, Kees, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Het was een heerlijke Champions League avond. Morgen om 7:45 doen we het gewoon nog een keer over. Graag tot morgen.